Evert, je hebt ooit de kostuumvest van onze gast kunnen kopen. Je ja. had nu wel verwacht dat je hier in die kostuumvest ging zitten. Ja, maar om het nu weer direct te openen, mijn schaamtelijk verhaal voor mij. maar Mijn vrouw heeft die kostuumvest jammer, jammer genoeg weggegooid. Dus ik heb daar grof geld voor betaald om het goede doel te steunen. Ik was daar ook heel trots op. Hij had daar Sports Late Night of een ander programma in gepresenteerd. Dus dat was echt, ik had dat ingekaderd en al. Mijn vrouw gooit dat weg. Toch not don, Not don. Dus ik ga nog eens moeten bieden op een vest van de Vleger. Ja, uh, ik heb een droom gehad. Oei, oei. Een vieze droom? Nee, het is geen <laughs> vieze <droom>. Jammer. <laughs> dat zou goed zijn, dat nu ook meteen dat. Nee, we hadden een eigen voetbalploeg. Ik was de voorzitter en jij werd een trainer. Oh. En wil, nu ik dacht wil, ik. Ik wil ook die een droom. Kunnen we dat niet gewoon doen? Het is zo klasse? onmogelijk. E, maar eerste ik... klasse, ik denk dat het wel te waard om te kopen is, maar. Agent? <laughs> maar Als ik ooit zelf coach zou kunnen zijn van een ploeg, daar zou ik wel blind voor tekenen. Ik denk ook dat dat wel echt bang is. Voilà, maar we moeten misschien op het content. hoogste niveau zijn. Hè? We kunnen ja. ook op laag niveau beginnen. Hè? Ah, ik, moet, ik ben Wouter Franken. Dat is van vierde provinciale tot in eerste klasse. Hè? <laughs> ja, mensen moeten misschien maar reageren als ze een idee hebben van een ploeg die stopt of een stamnummer dat over te nemen is. Hebben we geld? Nog niet, maar... Wat okay. geeft dan het goede doel, jongens, dat geld? Dat in voetbalclub niet Je hebt toen een blazer gekocht voor Kom op tegen kanker. Laat ons terug de blazer in, in de Abi niet gooien. Dat de mensen daar geld vergeven, toch niet aan een voetbalclub. Ik, ik, ik denk dat ik geld kan maken van een club. Dat denk ik niet. Denk ik wel, dat denk ik wel dat we een toffe spelersgroep bij elkaar krijgen. Dat denk ik ook. Dus we moeten het onderzoeken, vind ik. Oeh, met met altijd met een gast. En onze gast van deze week is ereburger in Lebbeke, maakt televisie voor Play Sports en is peter van Kom op tegen kanker. Welkom Geert de Vlieger. Heer, hoe is het met u? Goed, ja, goed. ja absoluut, absoluut. We nemen op op uh, dinsdag. Mm -hmm. Je werkt vooral in het weekend, vermoed ja. ik. Hoe ziet zo'n door de weekse dinsdag eruit voor u? Um, een door de weekse dinsdag uh, is regelmatig um, een fietsdag. Uh, ja, ik, ben, ik ben vaak in het weekend en, en s'avonds bezig. Uh, als het midweek voetbal is, is, is het maandag Premier League, woensdag Premier League of uh, Europees voetbal op donderdag. Dus uh, uh, dinsdag, uh, ook vaak maandag, dat zijn eigenlijk mijn, weekend, mijn weekenddagen. Dus, uh een van de weinige vrije dagen dan eigenlijk? Um, dat hangt er een beetje van af. Bij moment is het heel druk, zoals nu het, het druk is met heel wat midweekwedstrijden, Premier League, uh, Europees voetbal. Dan uh, volgen de wedstrijden elkaar snel op, maar dat is ook leuk, dan uh, zit je er echt middenin. En uh, ja, zoals de meesten ondertussen willen weten, uh, ben ik uh, in, in mijn vrije tijd toch wel een, een amateurfietser. Dus <laughs> ik, uh, ik weet mijn best te vermaken als het, uh, als het goed weer is. Ja. Ja. Uh, je bent nu presentator mm -hmm. bij Sports. Was dat de droom toen je nog voetballer <laughs> was? om na je carrière? Wat denk je zelf. <laughs> je dat denk ik zelf. Weet het niet? Nee, nee, helemaal niet. Nee, nee. Ik bedoel, uh, als, als klein ventje droom je uh, uh, ergens een beetje van, van, uh, van voetballer te worden. Voor zover dat dat alleen al realiseerbaar is. Maar uh, nee, mijn carrière heb ik vooral gemaakt als voetballer. En uh, ik heb heel lang heel graag gevoetbald. Ik ben ook heel lang heel graag blijven voetballen met het idee van ja, wat dan erna komt, dat zien we dan wel. Maar um, het was niet de bedoeling om dan nog carrière te moeten gaan maken in iets of, 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 uh, of te, te zeggen van allee, het was de bedoeling om zo lang te voetballen om dan ook een zekere luxe te hebben om te kunnen zeggen van ik, ik wil iets gaan doen dat ik echt graag doe. Um, en mijn 22 jaar lange voetbalcarrière is gestopt in 2011, ondertussen ook al twaalf jaar geleden. Dat was het moment dat Telenet voor de eerste keer de voetbalrechten binnenhaalde um, en ik in juni ergens een telefoontje kreeg van Manu Leroy om me samen te zitten en ons te horen of ik uh, mijn, mijn kennis, die ik uh, toen ook al uh, ten dienste ha had gegeven aan onder andere VRT en VTM, om, om analyses te geven, om dat bij Telenet te gaan doen. En zo ben ik daarin gerold en, en uh, is dat in de loop der jaren geëvolueerd naar wat ik, waar, wat ik vandaag doe. Hm. Wacht, tijdens uw spelerscarrière dan ook de speler die vaak hm. moest gaan uitleggen bij interviews? Ja, dat je ziet dat wel vaak dat dat dezelfde oh, zijn die terugkomen. Ja, ja, en heel vaak als je verloren had, dan. Hè, want ja. dan, uh, als, je, als je wint, dan gaan ze die, die spits uh, interviewen en, en, uh, of die middenvelder die gescoord heeft. Maar als je verliest, dan is het ja, heel vaak. Ja, ik was op een gegeven moment aanvoerder uh, of, of ja. Dat, dat hoort er wel bij. Hè. Hendrik van Krombrugge bijvoorbeeld had, ja. had heel hard nu die stempel toen het minder ging. Ja, Elke keer als ze verloren, zag je zijn hoofd. Ja. Ik denk ook dat dat soms niet meer leuk nee, is. Nee, maar en ik hou daar nu zelf ook rekening mee. Als ik, als ik uh, een presentator ben in een wedstrijd en, en het gebeurt dan bijvoorbeeld, en ik herinner me een, een moment uh, met Anderlecht en, en Van Kronbrug, dat ze gewonnen hadden, dat ik zei van, ja, je kan dan vaak na de wedstrijd de spelers kiezen. Dat ik zei van, ja, maar ik wil de keeper er ook bij. Dat ik dacht van, dat herinner ik mezelf ook nog wel, dat je daar weer ja. ergens op beerschot staat, nadat je in de kwartfinale van de beker verloren hebt. Een wedstrijd die je nooit mocht verliezen en dan... Dan ja, mag je als keeper weer gaan zeggen van waar het misgelopen is. Dus. Maar oké, okay, ja, uh, laat we zeggen dat ik daar wel mee, mee om kon. Maar op zich uh, is dat dan wel de ideale voorbereiding voor de job die je dan daarna hebt gedaan. Hè? Je wordt als voetballer enorm veel geïnterviewd in verschillende omstandigheden. Dat is eigenlijk een soort mediatraining terwijl je aan het voetballen bent. Hmm. Maar ja, je niet altijd redelijk vlot geweest voor de camera? Uh, uh, ja, dat zal ook de reden geweest zijn waarom men al tijdens mijn actieve uh, loopbaan wel me gevraagd had om, om hier en daar wat, wat analyses te gaan geven. Het is trouwens Bart Raas, die toen bij, bij VTM zat, die me ooit als eerste gevraagd heeft om mijn wedstrijd van de Rode duivels, waar ik geblesseerd was, om als gast in de studio te komen zitten. Dus daar is het eigenlijk de allereerste keer geweest. En zo is dat uh, beginnen rollen. En ja, voor jezelf ook, hè, dan, op het moment dat, dat het einde van je carrière nadert, dat je zo begint na te denken van oké, okay, wat ga ik nog doen? Um, en dan ben je wel bezig met je trainerdiploma's. En heb ik ook mijn UEFA-diploma in de kast liggen? Nee, okay. um, maar dan, ja, op het moment dat je dan stopt uh, in 2011 uh, en dan een telefoontje krijgt van Herman van Ozenbeek toen, die zegt van, kijk Geert, we gaan uh, Flip de Wilde ontslaan, we zoeken een nieuwe keepertrainer Dan denk je toch even van, god, ja, ga weer aan zo'n uh, 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 carousel ja. beginnen. Uh, terwijl je net voor de eerste keer in, de, in je bestaande vakantie met de kinderen had geboekt. Uh, dan denk je van, nee, ja, we gaan daar niet direct meteen terug aan beginnen. Dus toen kwam Telenet langs en, en zo ben ik eigenlijk Stilaan een, een andere kant uitgewaaid. Uh, maar ik vermoed dat je zelf wel dacht dat dat gat langer ging zijn. Want in principe stoppen en meteen het volgende lag klaar. Uh, ja, maar uh, Telenet op dat moment betekende één of twee wedstrijden per weekend als co-commentator. En voor de rest. Was dat eigenlijk, was dat eigenlijk ja, vooral ook vakantie? Dat was ook een agenda die je zelf een beetje kon plannen. Uh, dus dat was eigenlijk wel een, een mooie overgang van het een naar het ander. Terwijl, ja, stel dat ik bij Anderlecht had getekend op dat moment, dan, dan stop je ergens in mei. En dan begin je zes weken later als keepertrainer. Terug het Ja, voilà. En nou. dat, dat, ja, uh, ik, ik was ook veertig toen ik stopte. Uh, ik, ik mag ook zeggen dat ik daar had ik genoeg van had. Van, van echt zo dagdagelijks, pas morgen zoek tot avond, altijd in een club rondlopen. Dus ja, ik heb toen ook tegen Herman gezegd: van kijk, om die reden ga ik het nu niet doen. Um, en, en toen zei hij ook: van ja, maar je weet toch, als Anderlecht vraagt, ze gaan dan geen, geen twee of geen drie keer komen <laughs> vragen. Kersel uh, niet. Eh? Kei Johnny om te zeggen, we gaan niet nog iets komen vragen. Nee, maar ja, dat was ook zo. Ja, ik, bedoel, ja, ik bedoel, Anderlecht is, is Anderlecht wel natuurlijk. En, en dan, dan, ja, dat is ook een aanbieding die je in principe niet zomaar kan, 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 kan laten staan. Maar Herman snapte mij ook wel. En toen hebben wij de afspraak gemaakt van kijk, Herman, als ik ooit iets in het voetbal ga doen, zal jij de eerste zijn die ik daarvoor ga contacteren om eens te kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar, maar dat um... heb je nooit gedaan. Dat heb ik nooit bij, bij niemand meer gedaan. Nee, er zijn in het begin nog wel hier en daar eens wat contacten geweest. En, en het idee geopperd om: ja, zou je geen trainer moeten worden? Want ja, je hebt je diploma's en je ziet het spelletje wel en zo. Maar nee, het heeft me nooit echt geïnteresseerd. En, en wat ik dan daarnaast gaan doen ben bij, bij Telenets, bij Play Sports. Is dan, is dan die richting uitgegaan dat ik, dat ik het, het gewoon te leuk vind om dat te laten staan. En ook in de toekomst zie ik dat precies niet veranderen? Dat je nog iets met het trainersdiploma gaat doen. Nee, nee, nee. Dat, dat zeg ik nu heel, heel overtuigd ook. Want op een bepaald moment moet je ook die, uh, die bijscholingen volgen om je diploma te blijven valideren, eigenlijk. En, en ja, daar ben ik al een tijd geleden mee gestopt. Uh, ik, ik merk ook dat ik er nu ook al een hele tijd uit ben. Ik, bedoel, ik ben twaalf jaar. loop ik niet meer in een club rond. Hè. En, en ik hoor ook wel vaak hoe het er nu aan toe gaat. Ik zie het ook hoe het er aan toe gaat. Dus ik durf ook voor mezelf te zeggen dat ik al stilletjes aan. Ja, een beetje. Een beetje te verder van afstaan van zo'n dagdagelijkse werking. Uh, plus, um, ja, het, uh, het leven is mooi. Moet je dus niet bellen als ik Evert later ontslaag als trainer van onze ploeg. Ik zou hem houden als trainer. Ja. Ik ben niet zo voor het ontslaan van trainers, trouwens. Zeg, maar Geert, mooi punt. ik ben nog op zoek naar een nieuwe presentator. <laughs> <laughs> en Evert, presentator zijn de uh, vanwaar de switch tussen analist en presentator? Um, ja, er is eigenlijk een tussenstap. Hè? En die tussenstap heet hoogvliegers. Um, dus op een bepaald moment uh, was er het idee bij, bij PlaySports uh, om, om de programmatie te gaan, te gaan uitbreiden. En... Uh ja, Werd me toch wel een zekere empathische kant toegedicht ook. In het, in het omgaan met, met sporters en met spelers. En, en, en ja, met de contacten die je ook, ook had. Dat werd er geopperd van: zou dat niks voor jou zijn om, om op jouw manier eens met, met, met topsporters te gaan praten. Uh, of met mensen uit, uit de topsport. Uh, en ik herinner mij dat toen um, Ariel Jacobs, coach van Anderlecht, uh, uh, was. En uh, die ook bij ons zo af en toe eens langskwam om alles wat analyses te geven. En toen hebben we daar een, een proefuitzending mee gedraaid. Uh, of proefopnames meegemaakt, zeg maar. Interview zo? Uh, een interview. soort interview, ja. ja, ja bij hem, naar hem thuis geweest, echt wel zoals het eigenlijk zou moeten. Uh, naar die gym gereden, bij, bij Ariel thuis. Aankomen, aanbellen, uh, gaan zitten. En, en uh, dat was dan op basis van, van, uh, van wat fragmenten die ik op de tablet had meegenomen om daar zijn carrière en wat momenten te overlopen. Dus daar hebben we proefopnames gedraaid. En zijn wat, wat dingen geplakt en geknipt en gemonteerd. En uiteindelijk was, was bij, bij PlaySports vrij snel duidelijk: van oké, okay, daar gaan we iets mee doen. Okay. Um, en op die manier is dat, is dat uh, ja, heeft dat uh, enkele seizoenen uh, uh, zijn, zijn, zijn weggekend, is dat heel uh, succesvol geweest. Corona heeft daar jammer genoeg toch wel een stokje voor gestoken. Um, en een van mijn gasten uh, in die vele aflevering van Hoogvliegers uh, was Mark Uitroeven. Uh, waar die ik, heb ik gezien. Ja, ah, die uh, heb ik net niet heen. gezien, denk ik. Ik wou net zeggen dat ik ze allemaal gezien had, maar die. Ja, ja, ja. Uh, waar ik in. in, in uh, ja, we zochten eigenlijk een, een spraakmakende figuur in, in Mechelen. En uh, toen dachten <laughs> we van. Dat uh, is hij zeker. Ja, we gaan, uh, <laughs> we gaan uh, richting Mark Uitroeven. En, en uh, ja, die heeft, die heeft na die opnames en, en na het bekijken van de aflevering uh, blijkbaar geopperd van ja, moet je toch eens bekijken of daar niet meer mee te doen is. Uh, maar dat is toch, allez, als zo iemand dat zegt, wel. Compliment. Ja, absoluut, absoluut. Bedoel, hij heeft ook uh, voor talent, hè? <laughs> hij is bij ons duidelijk, niet nee. doen. Nee. <laughs> <laughs> Jammer. Ja. Ja, en um, ja, ik, ik moet zeggen, zoals we uh, toen uh, bij, bij Telenet Playsports uh, de hoogvliegers aangepakt hebben in de zin van die vraag kwam en ik zei van, ja, ik wil dat doen, maar ik ben daarin ja, een leek, hè? Ik bedoel, ik, ik wist niet wat televisie maken was, ik, ik wist niet hoe je zo een aflevering uh, perfect in elkaar stikt. Dus ik heb gezegd van, kijk, ik wil dat wel doen, maar ja, ik wil me omringd zien met mensen die, die perfect weten wat ze gaan maken. En, en uh, allee, wij, wij trokken echt met een, met een vijfkoppige crew op pad. Dus dat betekent toch wel dat je... En met een eindreacteur, en met een regisseur, klankman, cameraman. Dat is, allee, dat, is, dat is geld en middelen in zo'n zo verhaal steken. Ja, dat um, zag ik ook wel, vond ik. Voilà. En, en dat, dat is ook gebleken. En toen heb ik gezegd, van, toen de vraag kwam om, het, om, om te gaan presenteren... Uh, en ik dat zelf ook wel uh, boeiend vond, want ik had ondertussen al een jaar of 8, 9 zeker, de 4-4-2 en de, de, de hoge druk en de, de wingbacks geanalyseerd, dat je denkt van oké, okay, als er iets, iets nieuws triggert, dan lijkt me dat wel leuk. En toen is ook daar de afspraak gemaakt van kijk, we gaan zien wat dat geeft, want voor hetzelfde geld wordt dan niks. Hè. Dat kan ja, ook, hè, nee. dat je dan een tijdje ziet van, uh, doel van mij zijn ook uh, uh, testopnames gemaakt, als okay. je die niet... Als je niet terug. Ja, Daar gaan we nu naartoe. <laughs> dus als je die nu terugziet, dan denk je ook van oké, okay, dat is nog een hele weg. Maar het was duidelijk dat, dat, uh, dat die tijd er was, uh, dat die mogelijkheden er waren, dat er geen tijdsdruk was. Heb je dan, heb je dan zware uh, studiotrainingen zo gehad? Uh, ja, heel wat studiotrainingen. Uh, ik ben ook uh, 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 de logopedisten geweest. Uh, mensen die me vroeger op televisie bezighoorden en die me nu horen praten, de echte kenners zullen wel het verschil merken ook. Uh, dus ja, omdat dat toch net iets anders is. Uh, veel accent had ik niet, maar ja, ja, ja je, je spreekt bepaalde dingen ja, en toch o, en, auto -cue. Ja, en trager. Ja, trager en zoals, vooral. Dat, zo hetzelfde tempo in ja. een zin kunnen aanhouden, ja. ja. auto autocue, ja, dat moet je, je toch ook allemaal leren. Ja, ja, vooral. En, en dat, was, dat is natuurlijk voor mij, uh, want ik bedoel, dingen zoals autocue, dat is, dat is helemaal training. Hè, en uh, maar oké, okay, ik, maak, ik maak live televisie dus dat betekent dat je uh, niet te teveel autocue nodig hebt want het gebeurt toch allemaal uh, uh, dat maakt ook dat er niks mis mag gaan als hier nu iets verkeerds gebeurt dan kunnen we nog altijd zeggen van we knippen erin en, maar het is live televisie, het gebeurt hè, en er gaan dingen mis er starten dingen niet op, er worden verkeerde dingen gestart als je dan zelf in een situatie zit dat je het allemaal niet echt onder de knie hebt ja, dan, dan dreigt het gigantisch mis te lopen. Dus ik heb de tijd gekregen en we hebben gezegd van kijk, pas als we het zelf allemaal goed vinden, gaan we op antenne. En we hebben daar onze tijd voor genomen. En... Het is wel veel vertrouwen dan dat net en Play Sports in u had om je die tijd te hebben. Uh, ja, maar uh, we hebben heel veel vertrouwen in elkaar. Uh, ik, ik, uh, ik weet inderdaad ook uh, um, dat zij heel veel vertrouwen hebben in, in wat ik doe en hoe ik het doe. En, en... Ja, ik, 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 ik smijt me ook, ik doe, doe dit ook heel graag en dat, dat, dat merk je, denk ik ook. Uh, daarom dat ik ook gewoon wil blijven doen wat ik nu doe, omdat ik merk dat ik dit gewoon heel graag doe. En ik uh, bedoel, dat is, dat is, ja, dat is een goede match. We mogen leuke dingen maken, uh, we mogen fantastische wedstrijden omkaderen. Uh, we hebben de, de middelen om de dingen goed te doen. We zitten in een fantastische studio. Nee. Uh, wat een absolute luxe is om, om in te werken. De werkomstandigheden zijn ideaal. Dus uh, nee, hier zit um, op dat vlak ook een gelukkige presentator. Ja. Vond, je dat, vond je dat geen enorm risico? Toen je de zei van oké, okay, die stap van analist naar presentator, want ja, die als is je tijd krijgt. totaal verschillend wel. Dus is het ja, Stel je voor dat je daar dan niet meer goed in bent en je kan niet meer terug naar je analistenrol. Nee, maar we hebben, we hebben ook gezegd van kijk, we gaan het alleen doen als het goed is. En zolang we het niet gedaan hadden, was eigenlijk ook niemand op de hoogte. Ik bedoel, bij ons ja, voilà. in, in, op de redactie zagen ze op vrijdagmiddag wel dat ik weer in de studio zat <laughs> en dat ik daar... Wat doet hij daar? Ja, zat, 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 zat ik bedoel, dat, dat was wel geweten, maar dat is ook nooit echt gecommuniceerd geweest van kijk, we zijn geet aan het opleiden als presentator. Nee. We hadden zoiets van, op het moment dat, het, dat we vinden van oké, okay, nu is het klaar, nu gaan we ervoor. En, en had ik na drie maanden gezegd van jongens, dit bevalt me toch niet echt of ik, ik voel hier niet echt iets, iets voor, dan hadden we ook gewoon... Het stilgelegd en, en uh, was ik gewoon analist en co-commentator gebleven, dat was ook, ook geen enkel probleem, want daar is ook uh, voldoende uh, genoeg uh, in te doen. Absoluut, maar dit... veel vraag naar. Uh, ja, ja, veel vraag naar goeien. Hè. Ja. Maar en is analisten niet gemakkelijker? <laughs> ja, het is zeker makkelijker. Ja, ja, we moeten het niet doen om... om uh, Toch? Uh, uh, ja, Presentator moet je niet worden voor het gemak. Nee, nee dat komt. Ik bedoel... Het is, het, is, Joer, het is van een ander, hè? Ja, dat is hier een ander <laughs> rondje. Dat lijkt hier afgesproken. Nee, nee. Maar ja ik snap wel. Maar ik ben, ja. Als analist, en zeker iemand met veel ervaring in het voetbal, ja, gaat je zitten en zegt wat je gezien hebt. Je weet waar je over en praat, enigis. als analist. Als host maar. moet je toch allemaal in een laten ja, ja, lopen. Ja. Je hebt een draaiboek te volgen. In ons geval. Mm. ik zeg Het is live televisie, er gebeuren heel veel dingen. Uh, er zit iemand in je oor uh, te roepen dat daar nog gescoord is en daar nog een goal gevallen is en dat dat beeld niet start. Dus ja, je moet je moet inderdaad uh, uh, je wel aanpassen. Maar uh, ik moet zeggen, dat heeft, dat heeft uh, mij opnieuw getriggerd. Want op een bepaald moment dreig je wel als, als analist zo'n beetje in een, in, een, in een te comfortabele situatie terecht te komen. Hè? Je ziet heel veel matches, je weet eigenlijk heel veel. Je valt altijd op je pootjes terecht. Automatische piloot of zo? Naartoe. Ja, eigenlijk wel, omdat... Uh, ik bedoel, ja, je kan bijna uh, uh, onvoorbereid gaan zitten. Alleen onvoorbereid is dat niet, omdat je, je ziet ja, zoveel wedstrijden. Je weet dat, ja. ja je weet dat ja. gewoon. Hè? En dan, en dan, 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 dan kan het bij wijze van spreken gebeuren dat je wat s'avonds een match omdat je denkt van: oké, okay, ik heb de match van het weekend gezien, ik heb zoveel gezien de voorbije weken. Dat je eigenlijk. Je kent dat, die ploeg, je kent die ja, spelers. Ja, je, je weet dat daar iemand geblesseerd uitgevallen is, dat ja. er iemand geschorst is. Ja, op een duur ben je, ben je, zit je er zo middenin dat dat eigenlijk, ja, een. een, een dat daar eigenlijk redelijk makkelijk wordt, is misschien veel gezegd, maar dat je daar toch heel comfortabel in zit. En dit was, of dit is terug ja, een trigger, want, want je moet op heel wat andere dingen letten. Je, je merkt ook als presentator: van, als ik niks zeg, dan valt het stil. Dus als je als analist in een stoel zit en je geeft je mening, dan. Geef je je mening, je legt het neer en dan is het dan de presentatie. En ja, dan moet je het weer oplossen. Ja, die moet het weer oplossen. Als wij niet alle twee ja. niks zeggen, dan, 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 dan denk ja. je van: ik moet een vraag gaan stellen. En ik, ik... Maar wij knippen, hè? Ja, vooral, hè, dat, is ook zo, dat is ook zo. Maar Ben je nu dan als presentator soms af en toe kwaad op je analist? Dat je zo zegt: kom op, uh, je hebt twee antwoorden echt te weinig gegeven of je hebt niks gezegd? Uh, nee, maar uh, het, het is ook de bedoeling dat ik, dat ik zelf. Um, nog wel mijn kennis blijft meegeven in een gesprek ook. Dus ik kan ook vanuit mijn eigen ervaring als analist uh, presenteren. En dat maakt het wel leuk. Ik bedoel... Um Vaak presentatoren wordt, uh, uh, is het de bedoeling dat ze een vraag stellen aan de analist en dat ze dan die analist iets zegt en oké, okay, dat is dan zo. Maar het is dus eigenlijk de bedoeling dat ik, een beetje, dat ik ook een beetje ga challengen natuurlijk en ga zeggen van ja, ja, je hebt dat wel gezegd, maar ik vind eigenlijk dat je die interactie ook wel, uh, wel wat krijgt, dus dat houdt het, of maakt het ook wel extra boeiend eigenlijk. Komt er nog zoiets als Hoogvliegers of De Zes, want daar heb je eigenlijk ook... Um, ja, de precieze plannen zijn er nog niet, maar we denken er alleszins over na om, om, uh, om hoogvliegergewijs inderdaad uh, toch nog eens iets. Goede naam. Uh, ja, wel echt een goede naam. <laughs> Ook het kuifje van het begin, Henrik. <laughs> ja. <Ook> zeer iconisch. <laughs> <laughs> ja, het is. Het is uh, uh, ja, het is, het is heel warm onthaald. Ik de, de manier van gesprekken. En het is, het is ook niet de bedoeling om daar als journalist te gaan zitten en, en kritische vragen te gaan stellen. En nee, het is ook een stukje ja, feel-good televisie in de zin dat je echt induikt in, in het verhaal van een topsporter. En dan was het voor mij ook soms leuk om bij Stoffel van Doornen uit te komen die in de Formule 1 zit. Wat voor mij dan ook weer nieuws is in de koers. Wat mij enorm boeit in de golfsport, in de tennis. Ik heb in Monaco met, met, uh, met Goffin gezeten. Dat je die dingen allemaal leert kennen ook. En dat je ja, vanuit jouw ervaring als, als voetballer dan met die gasten aan, aan de babbel gaat. En dat, je, dat zij ook voelen dat er toch wel heel wat interactie is. Dus, dus uh, nee, dat, uh, dat was leuk ja, om te doen. Ik denk trouwens dat de hoogvliegersafleveringen te bekijken zijn op het YouTube-kanaal van PlaySport. Ja, klopt. klopt. Ik heb uh, heel toevallig met gisteren research te doen. Die mij van de stok nog eens gezien. Oké. Okay. Ja, voilà. En? Heel uitgeleerd, zo in... Uh, Wij denken altijd van, Retrospeed. het is echt En vroeger niet. Maar als je dan zo terugkijkt, dan denk je van, vroeger, het is altijd wat crisis ergens. Dat, dat, is, dat is zeker waar, denk ik. Zeker dus bij een was anders licht. <laughs> ik denk dat dat een jaar of uh, zeven, acht geleden is, zoiets. Weet, hè? En het was crisis toen ik er speelde, dus Anderlecht <laughs> is altijd crisis. <laughs> Laat ik dat dan aan u, of...? <laughs> uh, nee, niet alleen aan mij, nee. Uh, je ook iemand die regelmatig tweet. Ik zag mm -hmm. dit weekend een tweet over de fase met Buchanan. Ja. Je geen fan van de var. Dat leid, leid ik daaruit. Jawel, ik ben absoluut fan van de var. Ik ben fan van een goede var. Um, maar oké, okay, ja. Het um. Was een rare fase wel, hè? Maar nee, toch raar dat de var niet ingrijpt. Heel raar dat hij hem gewoon niet laat komen kijken. Dat is het makkelijkste. Daar doe je nog niks mis mee. Laat hem gewoon komen kijken. Nou ja, nee, maar, ja, maar komen kijken, zo werkt de VAR niet. Nee, dat weet ik. Ja, dat weet nee, ik dat, is, dat is vaak zo'n uitleg die je gegeven wordt van nee. hij moet komen kijken. Nee, de VAR, de VAR moet kijken naar alles wat hij ziet en, en hij moet zeggen van kijk, daar is een, uh, een clear and obvious error gebeurd ja. door de scheidsrechter, je hebt een duidelijk verkeerde beslissing genomen. En bedoel, zo simpel is het. En, ik... eigenlijk, en eigenlijk, want we zitten nu heel vaak over de VAR te praten, maar ik heb die fase nog eens terug op het veld. Die scheidsrechter moet ook maar naar één ding kijken op dat moment. Die vlak achter. Die, die staat, staat er vlak, vlak bij, achter. Ja, die moet maar naar één ding ja. kijken en nou, dat is dat duel, want voor de rest gebeurt er niks. Mm -hmm. Die staat ook in de zestiende bal. Eh? Het is bij de bal. Het is, het is bij niet de dat, bal, dus we dus zien niet dat. Dus, dus. Maar dat gaat hij ook gezegd hebben en daarom dat hij die niet laat komen. Die, ik stond er vlakbij. Ik denk dat ik het heel goed gezien heb, dus ja, dan wordt het dan nog moeilijker voor de VAR om in te grijpen. Maar ja, moet de eindbeslissing niet gewoon bij de VAR zitten? Die heeft alle tools. Maar dan moet, die heeft dan het, moet het meeste het een, inzicht. Waarom? Dan moet het een hele goede. Ja, zet de beste refs. In het ja, in maar het van... probleem bij ons vooral is dat er eh, ten eerste te veel verkeerde beslissingen genomen worden op het veld of geen beslissingen genomen worden. En dat, is, dat heeft met het niveau van scheidsrechters te maken. En dan ten tweede dat dat kan rechtgetrokken worden door de kwaliteit in het var en dat dat ook niet gebeurt. En, en dat maakt het bij ons vaak zo, zo schrijnend. En oké, okay, het gebeurt ook al eens in de Premier League en het gebeurt ook al eens op Europees niveau, absoluut. Ik bedoel dat, en dat zal, dat zal des mensen blijven. En, en, Foutloos geldt nooit. Nee, nee dat ja, gaat ja. het nooit zijn. Maar alleen, je hebt te veel uh, flagrante fases. En, en um, ik, ik, uh, ik, uh, ik uh, lees nog Dierix die, die deze week zegt: van ja, we hebben al zoveel goede beslissingen genomen, er zijn maar vijftien slechte. Maar ik bedoel, dat is zoals een keeper. Een keeper wordt ook beoordeeld op de dingen die hij verkeerd doet. Bij een VAR is dat net hetzelfde. Je wordt niet beoordeeld op de, op de fases die je, die je, die je goed beslist, want dat is jouw werk, dat moet je doen. Een keeper die ballen pakt, dat is zijn werk, daar word je niet op beoordeeld. Je wordt eigenlijk pas, pas beoordeeld op de dingen die fout gaan. En dat is in het geval van de VAR. Ik bedoel, dat zijn echte blunders. Als keeper kom je niet weg met 15 blunders op een seizoen. Dat ja, dat je al lang... ja, Dat kopen ze een andere. Eh? Ja. Ja. dat word je al lang ja. aan de kant geschoven, maar oké. Okay. Ze kunnen ze niet aan de kant schuiven, want ze hebben er geen. Hè? Nee. Dus, maar zou jij als ex-voetballer uh, bijvoorbeeld in de VAR willen gaan zitten? Dat wordt soms geopperd. Hè? Zet er ex-voetballers neer? Um, ik, ik denk niet dat daar ex-voetballers op, op staan te wachten. Uh, wat, wat me wel vaak uh, frappeert, um, is dat er um, heel weinig um, feedback gevraagd uh, of, of, of bekeken wordt van ex-voetballers, heb ik het gevoel dat men fases zo naar de reglementen probeert te beoordelen en te bekijken en, en te zeggen van oké okay, ja maar was die elleboog wel hard genoeg was die op, op zijn kin teun arm ja de laatste steunarm, ik bedoel ga er gewoon naar kijken naar zo'n fase en ga daar gewoon met gezond voetbalverstand, voetbalverstand ja. uh, um, en dan, dan past dat, dat past perfect in elke regel gezond voetbalverstand dat past perfect in elke regel en daar krijg je ook uh, de algemeen, het algemene akkoord over. Hè? Want nu proberen we vaak, of probeert men vaak, met, met grove overtredingen bijvoorbeeld, hè, te zeggen van, ja, maar er moet dan al die criteria voldaan worden. Hè? En dan, dan vinden ze wel ergens één criterium waarbij je zegt van, ja, maar ja, die, die, die voet was niet helemaal van de grond, het was niet boven de enkel, het was niet op boven, de enkel. boven, erop, maar ja, ja, onder, dat. niet... Ja. De intentie was hoog, maar niet extreem. Voilà, voilà. Terwijl als wij allemaal naar die fase gaan kijken, dan zeg ik van ja, maar intentie of, of, of intensiteit, dit is gewoon rood. En, en geef gewoon rood en daar kom je, uiteindelijk kom je daar veel verder. En dat gevoel heb ik wel vaak. Dat ik denk van ja, maar ja, jongens, jullie proberen het nu wel uit te leggen, maar ja, het is nee. alsof ze onder een, onder een stomp stoop zitten vaak, zo'n glazen stomp. Ja. En je denkt van, trek die er eens af, gaan nu eens kijken. Um... Want door Allee. alle regeltjes krijg je wel dat stanks tegen ander zwaar gestraft wordt voor iets wat minder erg is dan wat Buchanan tegen Gent deed. Nee, ja, dat het soms eronder valt het en soms en, niet. en, en, en ja, okay, je, je Als je zal... die fases gewoon bekijkt, dan denk je dat het is groot, veel minder erg. Dat was ook rood, hè. Oh. Ja, ja, maar het verschil is wel dat één nu niet rood is geweest, ja. de andere wel. Ja, en, dus... en, en dat krijg je natuurlijk ook wel, hè, dat je op een bepaald moment probeert dingen naast elkaar te leggen. En, en dat heb je ook in ons, in de rol waar wij in zitten als presentator- analist, dat je op een bepaald moment zegt van oké, okay, ze proberen een bepaalde lijn iets duidelijk te maken, we gaan die proberen volgen en dan weten wij ook waar we hoe We het moeten beoordelen. Maar je ziet daar dan heel vaak, omdat er verkeerde beslissingen genomen zijn, toch weer een, een andere interpretatie om een verkeerde eh, 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 beslissing goed te, goed te praten. Dat je denkt van ja, weet je, zo, zo komen we er, mee, er niet mee. Van hmm. ja, het referee Department vindt het ook rood, maar we snappen dat de var niet tussen gekomen is. De ja. Objectieve criteria waren niet voldaan. Ja, weet, dat wordt ja of, is, of was technisch niet bij, 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 bij ja. macht om tussen te komen, van die verhaal dat ik denk: van ja, jongens, sorry. Maar... En. en maar ze weten het intern wel, denk ik. Het zijn geen domme rikken. Die, die weten dat ook van ja, shit, dit was weer fout. Ja, het is ook een hondenstil, hè? Je moet iedere keer de, wacht, gezegd, de, de fouten teken, gaan he, toelichten, he. He. Ja, ja, Het is ja. niet dat we, dat we ooit bij Frank eer Frank eerst een beeldje van de VAR die juist heeft ingrepen ja, ja. en iedereen is er lovend over dat je dan gaat zeggen. Nee, maar Sam, ik moest vroeger als keeper ook niet gaan uitleggen als ik een bal gepakt Zo, had. Ja, Zo, maar ja, af en toe als je een wereldmatch kipt, ja, was ja nou, een wereldmatch wel. Maar als ik gewoon de ballen pakte, dan zeggen ze van ja, dat is uw werk. En ik mocht er, we zijn erover begonnen. Je mocht het gaan uitleggen na een match, als het niet goed geweest was. Of als ze zei van ja, de vlieger die een bal had die hij niet kunnen pakken, Ja, maar dan mocht je het gaan uitleggen. Was het vroeger beter? Uh, Dat nee, vraag maar ik pas dan op. af als ik, die, als ik je tweet zag van. Zijn we daar, kijken we dan naar de, naar de scheidsrechters van vroeger als zijnde nee, beter nee, nee. dan die van nee, nu? Nee, nee, nee. nee, maar ik ben, ik ben absoluut de voorstander nee. van de VAR. Hè. Ik bedoel, ik, ik, ik ben daar kritisch om, omdat uh, je, kan alleen maar, je kan alleen maar kritisch zijn en blijven voor iets dat je denkt dat echt een meerwaarde kan betekenen. Kijk, moest ik niet in de VAR geloven, ik zou het, ik zou het, la ik zou het laten vallen. Ik zou denken van, gasten, weet je wat, steek er geen tijd en energie in, want, want het, 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 het is niks. Maar het is echt wel iets. Ik bedoel... Ja, wij hebben vroeger dingen gedaan op een voetbalveld, dingen zien gebeuren op een voetbalveld waar we van wisten, van oké, okay, niemand ziet het, je kan het zomaar doen. Uh, ik denk aan, aan de goal van, van Arsenal dit weekend, die afgekeurd werd, waar White echt de hand van de doelman vast heeft. Ik bedoel... Blij dat dat ja, ja. ja, blij ja. dat we de var hebben om zo'n terechte uh, of onterechte doelpunten af te keuren. En heel veel tools zijn er, alleen ja, het, het gebruik ervan en... en maar ik denk dat we op dat vlak, uh, vooral qua reglementering, de voorbije jaren uh, zo'n verkeerde kant uitgegaan zijn. En dan is die Hensbal nog maar een, een, een ander voorbeeld daarvan. Als je ziet hoe daar moet geïnterpreteerd worden, want het blijft altijd interpretatie, ben ik van overtuigd. Maar de vroegere interpretaties van is het, is het met opzet of niet, ik Bedoel, dat is nog altijd eigenlijk denk ik de makkelijkste. Mm -hmm. Ondernacht. Want nu moet je ook allerlei dingen van, is het, is het steunarm breed of bewust breed of niet bewust breed? Ik bedoel, je moet 87 dingen gaan interpreteren nu wat een hensbal betreft. En ja, dan krijg je verschillen. Terwijl wij voelen allemaal, mensen die gevoetbald hebben, wij voelen allemaal wanneer het hens is of niet. Wij voelen dat gewoon. Ga daarop beslissen. En dan ga je ook veel meer unanimiteit krijgen in het. In het en oké, okay, we gaan discussie blijven hebben, hé, daar niet van. Maar dan ga je vooral heel veel meer logische beslissingen hebben, denk ik. Ik denk wel dat het gemakkelijker was om ref te zijn in de tijd dat jij voetballer was dan nu. Ja, dan was het een baas. Ja, dat en ook nu, al. En ook het altijd die corrigerende factor die daar ergens boven u hangt. Ja, maar, de er was ook één... ja, maar ook omdat dat was ook een ook, ook omdat er sowieso minder camera's waren. Voilà. Natuurlijk, het is ja. één ja. match, maar die echt live live met ja, ja. zoveel camera's. Het ja, ja. 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 eerste per dag wat spelers werd. nu doen als ze naar de scheidsrechter lopen, is e, luisteren, luisteren of ja. waar, var waar. waar ja. constant ja. heel de match. En social media. en, en, en ze en, de fans en, kunnen erover En wat dan nu het codewoord is van het managen van een wedstrijd. He, want dat is wat, wat scheidsrechters moeten doen. He. Ze moeten de wedstrijd managen. En dan moet je eens naar, naar lagere reeksen gaan, krijgen, gaan kijken wat je dan allemaal op het veld ziet van scheidsrechters. Dat zijn er allemaal die met een, met een kippenborst rondlopen, alsof ik ben hier de baas op het veld, die heel ostentatief overal naartoe lopen, zwaaien met kaarten en uitleg lopen doen. Ja, dat is niet het managen van een wedstrijd. He. Dat is een beetje people the clown uithangen. Het managen van een wedstrijd is eigenlijk op, de, op het goede moment de goede beslissing nemen voor een wedstrijd. En, en dat konden ze, en dat mochten ze vroeger ook wel meer. Als je vroeger met een Paul Allaerts, eh, of ja, ik heb Marcel van Langenhove ook nog meegemaakt, oké, okay, we spreken van, maar Paul Allaars bijvoorbeeld, dat was, dat was de beste scheidsrechter in, in de laatste jaren van zijn carrière, omdat hij zoiets had van, allee... Rustiger. Ja, en, en fuck al wat dat moet, je moet gewoon met je ervaring zo'n wedstrijd leiden. En als er dan in de laatste uh, uh, minuut een speler door was en, en die keeper botste daartegen, dat je zegt van eigenlijk volgens het reglement, als ik dat en dat regeltje volg, moet ik eigenlijk rood geven. Maar je voelt gewoon, als ik hier geel geef, dan gaat niemand daar, daar om malen. Mm. En, en ja, die was ook niet bezig met zijn, met, zijn, met zijn quotering achteraf. En die gaf geel en iedereen kon daarmee leven. Ja. En, en dat, ja, dat, die ruimte is nu weg. Ja, je moet enorm veel vertrouwen hebben als scheidsrechter hè? Ik heb ook het gevoel dat scheidsrechters van nu, al sommigen toch, wat meer profileringsdrang hebben. En dat vind ik ook vaak jammer. Als ik iets daar dan zit, dan denk ik vaak: ref, Het gaat hier niet om u. Het gaat, het, het gaat, om, het gaat ook om ambities, hè? persoonlijke carrières, wat ik volledig snap. Tegenwoordig worden ze ook jonger en jonger gedropt op hoog niveau, in de hoop dat we terug internationale scheidsrechters kunnen kweken. Dus ze worden en jonger en ze willen zich meer profileren, omdat ze ook een eigen carrière willen maken. En dan krijg je dat wel wat, denk ik. Vroeger was een scheidsrechter daar volgens mij veel minder mee bezig met die carrière-mogelijkheden van oh, ik kan naar het WK 86. Ik denk dat dat veel minder was. Ik weet het niet, maar ik, ik, ik voel dat. Ja. Nu is het van, oh, ik moet hier tonen dat ik hier ben, dat ze zeker mijn naam onthouden, want over drie weken wil ik al uh, geselecteerd worden voor de Champions League. Maar, en dan vergalopperen ze zich. Ze vergalopperen zich. Wat ik, ze willen wat allemaal ik vraag, veel te snel gaan. Wat ik me, wat ik me vaak afvraag is bijvoorbeeld... Um, en het kan nu een heel stom voorbeeld lijken hè? maar wat is bijvoorbeeld de meerwaarde van scheidsrechters op een gouden schoenverkiezing die daar rondlopen als een van de, uh, van de zovelen en die ook op de, op de catwalk gaan staan en en een die... belangrijk onderdeel van het voetbalspel uh, ja, nee. maar het blijft, het, het, blijft, het blijft maar een, het blijft maar ja, het een onderdeel van die eigenlijk alleen maar op, op, op hun best zijn als ze onopgemerkt kunnen blijven ja, Ik snap wel wat je bedoelt. Dus maar een, ik denk dat het voor die mensen ook gewoon eens ja, leuk is om ja. niet in hun scheidsrechterplunje ja, deel uit te maken van het de Het gaat heel leuk maar. zijn, het gaat om goed zijn, Sam. Had, had ja. bijvoorbeeld een Colina geen ego bijvoorbeeld? Of... Maar gaat het over ego? Ik ja, je hebt... Weet het niet? Of dat het... Over wie heb je het nu? Over Colina. Ja. <laughs> we, hebben geen, we hebben geen enkele Colina rondlopen. Hè. Uh, nee. dat, is, dat, is, dat is zoals iemand die denkt dat hij Cristiano Ronaldo gewijs moet rondlopen in de Belgische competitie. Ja, Ik zou het vooral niet doen, hè? Want. <laughs> En als je... we daarover beginnen, kunnen we wel een boekje in opentrekken, trekken, want haha, er zijn wel heel veel spelers... Die, die denken dat ze Cristiano Ronaldo zijn. Die, die, die grotere fouten maken in hun vak dan soms scheidsrechters. Eh, ja, ja, ja. <laughs> Oké, okay, de, 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 de actoren zijn nog altijd de voetde spelers. Ja, ja, Daar dus... gaat het hem om. Daarvoor komt iedereen kijken. Daar hè, dan komt iedereen de mensen kijken. Zien. En Iedereen, ja. iedereen, iedereen heeft het, uh, een, een fantastische wedstrijd gezien. Als je je achteraf moet afvragen, van wat zei nu, de scheidsrechter? Ja. En dat blijft. Dat is, dat, dat, is, dat is nog altijd. En hoe jammer het ook is. Want ik bedoel, ja, ze moeten erkenning krijgen. Niet schijfzichteren. Het is een klote job. En ik zou het zelf zeker niet willen doen. En je kan ook heel moeilijk goed doen. Uh, uh, en het is een essentieel onderdeel. Ja, ja, ja. ja, ja. Geen uh, voetbal zonder schijf, Nee, dus. nee absoluut, absoluut. En dat zie je op, op alle niveaus. Maar. Ja, het is, het is, het is, het is zo... Verdomme. Ik dacht vroeger dat keeper niet was, niet makkelijk, maar... Ja, het is als, zo wel wat vergelijkbaar. Als, als scheidsrechter je moet je helemaal... staat er hele, alleen. Als, als scheidsrechter moet je helemaal Sadomasochist zijn, eigenlijk. Om, om dat, maar oké, okay, het, is, het is blijkbaar ook een stuk roeping. Hè. Ik bedoel, ja, in de goal staan... Kan dan, niet anders. De, de, ja, dat in de goal. Je, dat zit in u, denk ik, scheidsrechter Ja, dan. en ik merk ook, als ik nu in de, in de lagere reeks kijk, heel wat jonge scheidsrechters die opkomen, dat zijn ook heel vaak zonen van... Eh, dat ik denk van ja, het moet dan toch wel iets zijn dat dat. De zoon, de zoon van Alarts eh, eh, Ja, dat op want er, zijn er zijn Jurie van de Velde, eh. Eh, Gimieni, eh, Ballon. Dat zijn allemaal die, die zonen van die, die, die zijn ook referee nu. Dus ja, ik bedoel, het zal wel een familietrek zijn. Het, het zal wel iets, iets zijn dat je ook echt graag doet. We in hebben mij, het gevonden. Eh? Ik heb het gevoel <laughs> dat die vaak ook in hun hoofdberoep dan inspecteur zijn. <laughs> dat gaan ze wel samen. Dat weet ik niet. Maar enfin, ja. Um, en over scheidsrechters. Ja. Nou, bueno, waar jij uh, in de jeugd ook altijd doelman? man. Nee, niet altijd, nee. Ik ben uh, als uh, extreem rechts begonnen. Als je dat vandaag zegt, dat klinkt heel gevaarlijk. ik weet ook niet wat je ermee bedoelt. Vroeger hadden we een links-extreem en een rechts-extreem. Maar ja, waar ik nu van spreekzaam, dat is rond 1980, begin jaren 80. Ze dus hadden nog een extreem links en een extreem rechts. Hè. Dat was de links- en de rechts-buiten. En dat was van voor. En ik was ja. rechts-buiten rechts eigenlijk. Hè. snel dan. Dribbelvaardig. Uh, uh, ja, redelijk. En, en uh, redelijk was scorend vermogen, ja. Oké. Okay. Ja. En vanaf wanneer kwam dan de... <laughs> <laughs> eh? Waar is het misgegaan? Uh, uh, Nergens. Ik in de goal staan. Ja? Ja, ik wou absoluut in de goal staan. Ik had twee broers. En als we thuis uh, aan het shotten waren... We hadden, geen grote, we hadden een grote nof, had in een koertje, dat was zo één poortje in en die poort, dat was mijn heiligdom, dat was mijn goal. En ik wou dat absoluut doen en, en uh, ik ben ook halverwege het seizoen naar de coach gestapt en gezegd van ja kijk, uh, uh, trainer, ik, uh, ik, ga, ik ga keeper worden. Die zei nee, 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 jij moet... Uh, maken. Jij moet golen maken. Jij ja. moet goalen maken, je moet op plein staan en, en uh, we hebben een keeper en uh, dat was niet aan de orde. Um, tot mijn grote ontgoocheling, want uh, mijn, mijn, mijn ouders, mijn moeder had, had een klederenwinkel. En uh, die kwam met zijn vrouw bij ons uh, uh, kleren kopen. De trainer. De trainer, ja. ja, ja, ja. En op uh, een bepaalde dag waren ze in de winkel. En zijn moeder kwam van nacht En ze zei: Van de Roger is in de winkel. Vraag het u maar eens zelf. Dus ik, ja. Klein ventje. Alle moed bij je. En alle moed bij je het geraamd. En ja, hé hey Roger, ik zou iets willen vragen. En, en die zei daar vlak af tegen mij nee. Dus ik ben huilend terug de, de living ingelopen. En, en, en ja, dat was echt voor mij een gigantische ontgoocheling, oh, hey, dat, ik dat, dat ik dat niet mocht. En ja, tegen mijn moeder uitgelegd. Van ja, maar die is shotgoed. En die moet echt blijven doen. En dit en dat. En, uh, maar de Roger is... Uh, het, het jaar daarna is de Roger uh, geen trainer meer. Dus... Um, ik zag mijn kans schoon om op de eerste trainingsdag uh, van het nieuwe seizoen in de kleedkamer te gaan zitten met een paar handschoenen aan. En die nieuwe trainer, die kwam binnen en die vroeg aan iedereen van waar speelde jij, waar speelde jij, waar speelde jij? En ik was, uh, vanaf toen was ik een keeper. En, en werd hij meteen eerste doelman ook? Sowieso, sam. <laughs> die andere keeper zo nee, nee Nee, we hadden, we hadden, we hadden ploekjes genoeg. En ja, en, uh, en, ja bedoel, ik, ik, uh, ik, uh, ik deed dat gewoon graag en... en... Ja, cool. Je hoort vaak iemand die is in de doel gaat staan en dat dan goed kan. Maar bij u was het dan meer echt een roeping. Uh, ja, en dat is, ook, dat is ook achteraf gebleken. Want um, allee, keeper worden is ook niet de makkelijkste weg om. om, om uh ik bedoel, het lijkt me inderdaad wat al spits, of zo, dat dat iets, 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 uh, iets minder uh, bela mentaal belastend is dan als keeper in, in, aan een carrière beginnen. Er is ook maar één keeper per ploeg. Hè? Uh, ook, ja, ja. En zoals al gezegd, van, hey, een fout wordt afgestraft en bla, bla, bla. bla, bla. Wordt ook niet dus, gewisseld. Uh, nu dat nee, je bent een 16-jarige nee. keeper. Even dus er zijn in wel, wel flink wat momenten in zo'n zo uh, carrière van een keeper uh, waarbij je echt voor jezelf moet uitmaken dat je dat supergraag doet of je blijft dat niet doen. En hm. dat is ook denk ik de reden waarom dat er heel veel op een bepaald moment niet meer in die goal willen staan. Want ja, uh, ik, bedoel, ik heb het eens meegemaakt. Hè. Ik speelde dus morgens met de Premiere niet een matchje. We verloren 13-0. 13-0. Dat je denkt van... <laughs> well, het zal niet allemaal mijn schuld geweest zijn, maar dat is toch wel veel. Maar toch... Niet geen enkele ook niet. Hè? Ja, voilà. En toch gaat, een ja. beetje zeep aan dan Ja, En dan gaat het dus zo uh, om, om je toch mentale klein beetje op te krikken. Is dus naarmiddags kijken naar de kameraadjes die bij de meniemke spelen. En dan komen we naartoe voor de matchen en zeggen van. Oh, we hebben geen keeper, wilde jij nog eens in de goal staan. Nee. En dan verliezen ze nog eens met 13-0. <laughs> dus zodat je dan s'avonds thuis komt en ze vragen: Wat heb je gedaan vandaag? Ja, ik heb twee matjes gespeeld, ik heb me 26 gehad. Alleen ja, ik moet het wel echt graag doen, want anders ben ik het niet doen. Wel een zwakke ploeg was ja, ja, dat. Ja, dat was een minder momentje. Maar fa enfin, nee, ja. Ik, ik, ik deed dat super graag. Ik, ik weet nog dat wij, dat wij soms op woensdagmiddag, want ja, dat was alleen woensdagmiddag training, dat die training reden. En dan kwamen we daartoe en het had gesneeuwd. Dat ze zeiden van ja, we gaan niet trainen vandaag, want hey, de sport is dicht en, en uh, het veld is niet te bespelen, Dat wij gewoon aan onze fiets ons, ons, ons voetbalkleren aantrokken. Dat we een bal vroegen en dat we gewoon een uur en een half gingen shotten in de sneeuw. En dan ja, op, ons, het. op ons fietskin stijf van de kou naar huis om, om in bad te gaan zitten. weten je, ah nee, het is. Je ja, hebt gewoon veel te graag. Ze zeggen ook wel vaak dat, dat op jonge leeftijd word je keeper omdat je te veel energie hebt. Het zijn vaak de jongens die, ja, die met hun energie geen blijven kunnen, die graag duiken, die graag springen in de modder. Was het was het daar was het echt ja, nee, maar ik. maar ja, ik, ik heb twee broers dus, dus, uh, en, en al onze kameraden dat waren allemaal voetballers dus wij hadden elk vrij moment van, van een dag van het weekend van de woensdag naar middag. En waren jij dan de jongste van uw broers? Nee, ik Want was de midden, Ik ben, ik ben, een, ik ben nou, de middenste. jongste. Ga jij maar in de groep staan. Nee nee, 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 ik ja. ben de middenste. Ik ben de middenste. en, en uh, nee, we hadden zo vier, vijf, zes kameraden en dat was elk vrij moment van het weekend, van de vakantie, van gelijk wat waren wij het schotten. Ik bedoel, dat was de voetballen, dat was, was... Voor hen was dat ook ideaal dat jij dat wou doen. Want ze wisten dat ze altijd een keeper hadden om ballen naar te uh, ja, ja, maar ja. Bij dus ons dat was, dat toch was wel het toch altijd vechten, van ja. wie gaat er in die goal staan. Ja, dan gewoon, alleen doe jij ja. maar, je mocht vliegende keeper zijn. Ja, <laughs> en dan die die trappen die ze van overal die... keihard. En je ge... had ja. gewoon graag, en dat was uh... <laughs> In de nof en, en golkas uitzetten en, 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 en toernooien organiseren en, ja. en muziek en, en de bloembakken die normaal zo voor de venster stonden, zo zetten richting, richting dat grasveld. Dat ze precies. Een, een... Allee, ja, wij waren, een opkomst waren... met nee. de hymnen en Ja, zo. ja, ja, ja wij waren, wereld, waren wereldkampioenen <laughs> als wij aan als het wij shotten waren. Wij waren echt. Ja. En hij nee. hadden dan ook altijd de nieuwste handschoenen? Nee, ja, ik bedoel, ik had, ik had de centen daar niet voor. Ik heb, ik heb nog. Echt met de gebreide handschoenen oh, met, right. zo, met zo die toppetjes in het rood zo op. Uh, dat waren mijn allereerste paar handschoenen dat ik gekocht heb en dan gaan we weg. En dat, en dat was uw ik... bescherming. Die toppetjes gewoon. Ja, 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 ja dat was, dat was ja, zo'n binnenkant van die reepjes op contact. Eigenlijk vlak, niks, ja, dus eigenlijk niks maar, de maar de ja, dat was gelijk dechte. Dat was gelijk dus was En dat, dat, dat bleef dat, dat, dat kon nog niet verslijten. Dus dat was dat was fantastisch materiaal. Hoe zou je de stijl van Geert als keeper omschrijven? Ah, wel, je hebt mij daar gestuurd, hè, dat ik daar eens naar moest kijken. Uh, allround. Ja, die vraag, ik, die van, ben ik benieuwd. Die ja. ben ik benieuwd. Nee, allround, mm -hmm. denk ik. Uh, en dan meer uh, de organiserende keeper, de intelligente keeper, als ik dat zo mag zeggen, en minder de, de kamikaze. Mm -hmm. Dat denk ik. Ik denk niet dat je, alleen, want ik heb heel veel beelden teruggekeken. Uh, op YouTube van de seizoenen van uw clubs. En er zijn de heel weinig fases in dat je, dat je buiten uw 16 meter in de problemen komt. of mm -hmm. dat, er, dat er daar goals vallen. Dus ik denk niet dat je een zotte kamikaze keeper waart. Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar oké, okay, ja. het, het, uh, het keeper vroeger was ook nog meer in de goal dan dat het nu. Uh, ja, maar er, uh, als je beelden gaat kijken van. zeg uh, nu maar iets: Schumacher tegen Batista. En, ja, ja, en, ja, ja. en, uh, uh, en Jean-Marie uh, Pavli zo kan. Wat, aan de 16 meter, een mega hoge sprong. Dat maakte maar momenten, om een bal op dat moment ook een, een brave, ja. slash, te brave keeper. Hè. Ik, heb, ik heb Nico de Debré dan, dan gehad als keepertrainer in het begin. Ze vonden u te braaf? Te braaf niet, maar het mocht, het mocht mijn momenten wat, 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 wat stouter. wel. Maar ja, ik was 18 jaar hè, toen, ik, toen ik bij de grote jongens terechtkwam. Dus dan, dan zijn ze sowieso qua leeftijd al nog een beetje bedeesd. Uh, uh, mijn stijl was ook. Eerder inderdaad een beetje, een beetje meer technisch dan het echte brute geweld. Dus Nico de Bree heeft wel, heeft wel ja, op dat vlak geprobeerd om dat wat, wat, wat bruter te maken. Niet zoals de echte Nico de Bree dat dan zelf deed, want dat kon ook niet meer. Maar toch, ja, pff, dat, dat. Maar ja je hebt weer stijl. Dus je gaat die stijl ook niet zomaar. Eh... Ik denk dat, dat op dat moment dat jij je carrière begon, wel al ideaal was. Dat was een toekomstgerichte stijl. Hè? Daar heb je wel geluk gehad. Want het was ook een periode. Je hebt nog de terugspeelbal gekend, die dan ook werd afgeschaft. Er zijn heel veel keepers die daar ook hun carrière meteen. Ja, dat is waar, waar dat is waar. Maar ja, ik was uh, extreem rechts geweest. Hè. Eh? <laughs> ik kan niet blijven gebruiken. Ik was rechts buiten geweest, want dat klinkt nu tegenwoordig echt wel heel fout. Maar ik was, ik was. Dus ik had gevoetbald, dus ik kon wel. En ik voetbalde nog veel. Hè. Ik bedoel, het is niet als wij, als ik met mijn broers en mijn kameraden ging shotten dat ik altijd in die goal stond. Nee, ik voetbalde ook mee. Hè. Maar het is toch ook niet dat je zou omschrijven, als dan echt mee voetballen en een doelman? Uh, nee. dus dat was toen gewoon niet zoiets. Nee, nee, tuurlijk. Uh, je werd zo, zo niet opgeleid ja. ook. Hè. Uh, uh, en en oké, okay, gaandeweg hebben wij, mijn generatie keepers heeft dat moeten leren. Hè, want uh, dat, dat, was, dat was niet, niet aan orde. Plus ja, ik ben dan op een bepaald moment ook naar Nederland gegaan, maar was, waar toen Van der Sarden de norm gezet had van: ja. jongens, meevoetballen. Zelfs bij Willem II werd er gecombineerd in de, in de 16 meter. Hè? En hij werd er van achteruit uitgevoetbald. Dus ja, je, je werd wel gedwongen ook om. om en oké, okay, er werd ook heel veel opgetraind. Maar had je dat niet gekund, had je carrière wel er anders uit gezien. Hè? Ja, nooit je zo lang, moet het wel, Ja, Je moet het, moet het wel kunnen, want je bent eigenlijk begin jaren 90 prof geworden. Ja, Vrij snel daarna is de voetbal in de keeper wel opgekomen. Ja, ja, dat is waar. maar dat dat was nog duurd. altijd niet zoals nu, hè? Nu is het echt een, een, een ah, de speler. Nu gaat het erover, vind ik. Alleen nu is het soms ridicule. Wil jij het erover gaan nu? Ehm, um, ja, erover gaan, ik bedoel, uh, je bedoelt dan de dingen die je zo bijvoorbeeld met een bekker en zo ziet gebeuren, of met, met een dat, Ederson. een de... heel brede pakket van de doelman nu. Ja, ja. Ja, uh, ja maar ik, ik vind dat, ik vind, allez, ik kan daarmee leven, maar ik had dan ook altijd zoiets van, oké okay, mannen, maar dan, dan, dan leef je ook met het risico dat je pakt. En als er dan, ja. zoals met die Courtois, er iets fout gaat, ja, dan is dat geen fout, hè dan is dat gewoon een accident de parcours en dat, dat, dat hoort erbij. En de, de, de controle die Thibaut Courtois verkeerd doet um, tegen Liverpool, dat is ook iets wat een veldspeler overkomt in hm. zijn wedstrijden. Hè? Dus, ja, voilà. maar een goede veldspeler niet, denk ik. Jawel. Maar die komt dat ook tegen. Ik bedoel, ja. zelfs een, zelfs een, een Messi doen? en zelfs een Salah, die gaan een keer een bal tegen hun knie krijgen die wegbotst. Maar die gevolgen zijn er niet. Toch niet op die fase, denk ik. Jawel. Maar ja, maar op een, een andere bal die fase... Toch eens een keer. Ja, maar, als als dat daarvoor heeft, valt dat gewoon niet zo. Het op, is toch, ik denk dat ze keepers echt dwingen in situaties, dat ze die niet moeten dwingen. Daarvoor zijn ze er ook. Nee, niet. maar oké, okay. de situatie waar die in gedwongen werd, was ja. niet echt gedwongen. He. Dat was nee. gewoon, allee, dat kan eens misgaan. En dat ging eens mis. Maar dat is, dat is ook niet, allee, dat is zoals je bij veel spelers op het veld wel eens ziet, dat er zijn een controle en een bal van de voet springt. En, maar alleen heeft, bij een keeper heeft dat zware gevolgen. En je moet dan als, als, als trainer, als ploeg. Die gevolgen gewoon accepteren en niet beginnen zagen van ja, maar ja, oké, okay, we komen achter omdat de keeper erin de fout gaat. Ja, zo eh, so eh. wat. kan echt wel voetballen. Hè? Ja, Echt goede voeten. Maar ik vind het dat het nu wel, ik zeg niet op het allerhoogste niveau. Hè, daar zullen die keepers zijn. Die, 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 voetballen sterk genoeg om, dat, om daarmee weg te komen. Maar je ziet het ook bij ploegen. Onderaan de ladder. Eh, Constant voetballen van achteruit. Daar gebeuren wel heel veel. Maar ja, fouten. dat heeft ook te maken met de verdedigers, Dan niet op een niveau zijn om goed uit te voetballen, natuurlijk. Want ja. dat is ook vaak. Allee, ja, je kunt een keeper gebruiken als, als meevoetballende keeper, als extra veldspeler. om een oplossing te creëren. Hey, maar. Vaak gebeurt het in die iets minder goede ploegen dat ze gewoon het probleem bij de keeper leggen. Ja, dat, ja. Is, dat is ook niet te We bedoelen. Ze krijgen hem misschien. Een meer ja. 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 ja, ja. ja. dus, ja. dus Dus de, de, de verdediger of, of een centrale verdediger die in principe allee, beter moet kunnen schotten, die kan, die kan een perfecte bal openen met een bal aan de voet. en die doet dat niet, omdat hij denkt van ja toch te risicoval. Weet he, die stamt die een terug naar de keeper en die moet dan in één tijd op een botsende bal wel die perfecte bal geven. Wat dat ook heel vaak gebeurt. He. Ja, dan denk ik van ja, maar dat is ook de bedoeling niet van en de, de keeper natuurlijk. Hè? Dat is waar. Je zei het al daarnet, je maakt op je 18e, je debuut. Mm -hmm. KSK Beveren. Wat weet je nu nog van die dag? Um, Oeh. Trofee Ludo Koek. Op de Vreetil, een voorbereidingswedstrijd. Um, tegen... Ik heb op transfermarkt dat je één minuut tegen Cercle hebt gespeeld. Ja, maar dat is officieel dat in is... Dat is debuut. Ja, dat, is, dat is eigenlijk um, uh, de laatste match van het, van het, uh, van het uh, reguliere seizoen. Eigenlijk. Maar ik heb dus mijn eerste minuten gemaakt in de voorbereiding, trofee Ludo Koek, een voorbereidingswedstrijd door de Toen mocht ik voor de eerste keer uh, een match spelen. Maar ik heb toen eigenlijk um, heel dat seizoen op de bank gezeten, achter Dirk Rosé. Uh, een dramatisch seizoen. Uh, een seizoen dat ook uiteindelijk eindigt in een, in een degradatie. En wij moeten op Cerke Brugge nog uh, punten gaan halen. Uh, wij gaan er ook punten halen. Laatste, laatste minuten, denk ik, eigenlijk uh, doorgebroken speler van Cerke Brugge. Uh, Dirk Rosé haalt je onderuit. Die krijgt rood. En ik mocht mijn debuut maken. Ah, ah. Mijn, officiële, mijn eerste officiële minuten in eerste klasse in België. In de laatste match van Beveren in eerste. Ik denk dat we vier minuten later, of, of met de blessure tijd zes minuten later, zijn we gezakt. <laughs> maar jullie winnen die match wel. We winnen die match, dus... maar waren afhankelijk van het resultaat van Lokeren. En die hadden ook punten gehaald. Oh, van Lokeren dan nog? Oh. Ja, de, dus de, de een, moment, een moment dat, dat, dat we van het veld komen. Allee, wisten we eigenlijk dat, dat, uh, hm. dat de eerste klasse voorbij was. Dus, uh, Tot... Maar die Rosé had hij dan zelf ook een dramatisch seizoen, want ik denk dat hij daarna naar Standaard Ja, had, die, is vertrokken, die is vertrokken als tweede keeper naar Standaard. Dat was een achter, goede keeper, hè? Achter nee, die had een goed oh, seizoen, maar ja, ik, was, ik ben al 17 jaar aan het seizoen begonnen. Hè. In het moment dat ik, dat ik mijn debuut maakte, was in augustus, was ik nog maar 17 jaar. In oktober ben ik aan 18 geworden en ik, ja, ik, was, ik speelde, speelde zaterdagmorgen bij de UEFA Juniors van Bever, mijn match. Hm. Ik bleef smiddags op de club een boterham meten. en tegen namiddags kwamen de spelers van de eerste ploeg toe. Ik sloot aan en ik ging mee met de match van de eerste ploeg. Dus, uh... Beveren had wel een heel befaamde keeperschool. Hè? Ja, dat heb ik hier ook staan. Ja, was dat toevallig? Of... Nee, dat was ja, Dat bestaat niet. Het toeval in, in opleiding dat bestaat niet. Nee, we hadden een fantastische. We hadden een fantastische keepertrainer. En, en een van die keepers die opgeleid was, was Ivan de Wilde. Die toen uh, in de voorbereiding van het seizoen naar Racing Metge vertrokken is als, als uh, eerste keeper. En toen moesten zij een tweede keeper achter Dirk Rosé zetten. En hebben ze gezegd van, kijk, we hebben zo'n goede jeugdkeepers. We gaan iemand uit onze eigen jeugd kiezen. En het ging om een tweetal keepers. Mezelf en nog iemand. En ze hebben voor mij gekozen. En, en wie was die opleider? Vic Begiels. Nou ja, ik bedoel, het is nu al heel lang geleden. Maar dat is, dat is de man die, die ik vanaf mijn dertiende dan... Als ik en die beheer... heeft dan ook Paf en Philippe de Wilde en Rosé. En... Ja, ja. Uh, die goeie trackrecord. Al... Ja, die die, die, die uh, uh, Ja, en dat is eigenlijk ook een beetje stilgevallen op het moment dat die man overleden is. Hè? Want Vic, Vic uh, werkte, uh, die combineerde dat allemaal met een, met een dagtaak. Dus training geven aan de keepers van de eerste ploeg, ook de jeugdkiepers aan s'avonds nog blijven trainen, dan terug die dagtaak. Dus die ging, op een bepaald moment ging die in pensioen en die dacht van oké, okay, vanaf nu kan ik mij echt nog meer op die keepers en op die opleiding gaan toeleggen. En die is eigenlijk niet zo lang na zijn pensionering, is die, is die overleden. Uh, en je ge merkte of, of ook de jaren daarna, allee, die motor was weg. En, en dat is eigenlijk nooit meer. Ik uh, denk dat een van de eerste keepers die ze toen gehaald hebben, als ik vertrokken ben, um, ja, is, is Peter Maas is in mijn plaats gekomen. Ja. Hè? Ik ben naar Anrecht gegaan, Peter Maas is naar, 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 naar Bever gekomen. Ik bedoel, een goede keeper, maar dat had Bever nog nooit gedaan, zo'n keeper gehaald om in de eerste ploeg te zetten. Hè? En dan de keeper die erna gekomen zijn, is ook niet meer van 90%. Van maar dan is de impact van een, van een doelman-trainer toch gigantisch? Ja, dat, dat is je ook ziet dat zo. Ik bij geen ook, hè? Dat is je ook Genk zo. In de laatste jaren ook. Heel veel die er daardoor. blijven en en, en ik veel. Ja, ik zal wel talent gehad hebben. Hè? Ik bedoel, ik was 13 hmm. jaar en, en anders komen, komen ze je van Bever niet halen om, om naar Bever te gaan. Maar allee, ik stond mijlenver van, 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 van wat een keeper nodig heeft om, om op een deftig niveau te kunnen gaan spelen. Dus al wat ik uiteindelijk. Uh, en als je dan spreekt van allround, is dat voor mij, voor, voor bijna 80 uh, is dat aangeleerd hè? In, die, in die vijf jaar dat ik in Bever rondgelopen heb. Hè? En oké, okay, je, moet, je moet ook uh, het talent hebben om het aan te leren en het om te zetten. Want je kunt uh, aan sommige keepers vragen van jongens, doe dat zo en doet dat zo. En na, na drie maanden kunnen ze het nog niet. Hm. En ik had misschien wel de gave om dat drie weken te trainen en ik had het onder de knie. Dus dat is wel een... Allee, dan spreek je van, wat is dan talent? Dat is ook, dat is ook ja, zoiets een natuurlijk. Ja, is een talent, ja. Het ja, ja, maar... Allee, ja, Ik had... Ik, ik, ik had niet het talent om links even goed te duiken als rechts. Nu kunnen ze als ze, als ze zes jaar zijn. Ah, je had een zwakke hoek. Ja, ja. Met een links, dat was met een zwakke hoek. Hè. Ja, wisten ze dat? Hey, op een duur niet meer. Op een duur hadden ze dat niet meer. Maar als... als ja, maar als... Dat, dat houdt je toch altijd een klein beetje heel je carrière? Ja, in, je in je hoofd, denk de ik. Een zwakke nee? hoek. Nou nee, ja. Ik... Ge... Dat, is, dat gaat toch automatisch. Je bent aan de ene kant toch veel beter. Op ons niveau wordt dat zo opgetraind even, dat, dat dat geen zwakke hoek meer is. Nee. Maar je hebt wel een, een, een natuurlijke hoek en je hebt een aangetrainde hoek. Ja. Dat wel, dat wel, ja. en, was, ja, sorry, was het, was het geen ideale. Allee, was Boskamp niet de ideale trainer op het juiste moment? Want Boskamp was wel iemand die durfde te zeggen: hé, hey, nou jij daar, 18-jarig gozertje. Ja, ja, maar Boskamp was ook de man die, die, die zei: van Oké, okay, we zakken nu naar tweede klasse. Dirk Rosé had aangegeven van, ik wil vertrekken. En uh, hij zei tegen Nico de Bree uh, Nou, Schelen, wat gaan we ermee doen met die, met die jongen? En Schelen was dan Nico de Bree. En dan zei Nico zei: van ja, ik, uh, ik pak hem onder mij, zegt de men, en je kunt erop rekenen. Dus maar dat is Bos... toch een zegen gebleken voor u eigenlijk? Dat, uh, dat is, tweede dat tweede is aan de ene kant een zegen geweest, absoluut, dat ik die kans kreeg. Maar dat is aan de andere kant ook, ik zweer het daar. Die hebben me dat niet makkelijk gemaakt, hè, die twee. <laughs> en dan wil je Boskamp en die De Bre. Ja maar, ja, maar De Bre de was ook keihard werken. Maar oké, okay, daar, daar kon ik wel, dat had ik ook graag. Toen voelde ja, ik, ook ik mijn dat best. Maar, maar Boskamp legde de lat. Allee, ja, naar buiten toe heeft hij me echt door dik en dun verdedigd. Kun je nog een match op Diest, waar we in tweede klasse dan. Hè? Want we waren dan de kampioenenploeg, waar we gingen verliezen. En, en uh, uh, ja, ik denk dat we vijf, drie verloren of zoiets. En er waren echt wel twee, drie goals waar ik beter had kunnen doen. En, en uh, ja, naar buitenuit verdedigde hij mij zo keihard dat je zoiets had van: oké, okay, ja, we gaan er gewoon volgende week weer voor. Want... Dat is wel schoon. Ja, dat is, dat, is, ja. Dat, is, dat, is, dat is super schoon. Maar aan de andere kant, als we dan optreiding stonden of we waren dingen aan het doen, of je zag hem zo op de maandagmorgen training met Nico Debré aan het praten over fases, hey, maar, je kunt dat dan zo, zo zien zie in dan. de verte, ja. dat je weet van. Dat de Nico afkwam van ja, hij had het weer zitten. Om duur denkt hem dat alles zo schuld is. witte zo zo van, van, van die verhalen. Dus allee, hij maakte me, me echt wel niet, niet makkelijk ook. Maar, um... Had je een bijnaam? Um... Ja, ja, een vliegertje, denk ik, zoiets. Was, was, het uh, ja, was, was, uh, 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 was nogal, nogal liefkozend. Maar, um... maar ja, ik vind het wel straf, want je zakt en. Ja, die gingen sowieso terug voor de promotie gaan. Ja, om dan en... al uw vertrouwen te leggen in een superjonge doelman. Ook heel die ploeg, ploeg bleef. Dus de, de Nederlanders van Anker en van Vossen. Een dure ploeg. Eh, een dure ploeg ook. Klas, waar, je, waar je moest mee overgaan. Hè. Dus ja, die, die een druk was er ook wel om over te gaan. Oké, okay, we hadden echt wel een goede ploeg. We zijn echt wel een flag en wimpel kampioen geworden. Ook. Het is een fantastisch jaar, een fantastisch jaar geweest. Maar, um... maar zelfs financieel vind ik een slimme zet. Ga ja, maar eens een hele goede doelman halen om naar een netgezakte ploeg. Als je dan iemand hebt ja, okay, die talentvol was, is, die, die niet zwaar vertakt gaat hebben. Op dat moment was dat ook logisch dat dat gebeurde. Ja, ja, maar je moet kampioen worden. Ja, je ja. Moet dan heb dan een goede worden, keeper dus, en ja. een goede nodig. Je gaat, gaat genoeg, gaat ja, genoeg keepers maar. die naar Bever hadden willen komen, dus op dat vlak was het, was het echt wel een bewuste keuze van Boskamp om uh, um, 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 um dat te doen. Want in die kleedkamer van Ankeren en zat Van Vossen er ook nog? Is die meegezakt? Ja, ja, van, ja. van Vossen, van Anker, van Ham. Ik zie die mannen nog wel in de voorbereiding tegen de coach zeggen ja, ik heb ja, maar... nog een dertigjarige keeper, pakken we die niet? Allee, um, ik, ik, ik was op dat moment, was ik ook brofse international. Allee, ik, ik had wel ook mijn... Status, een beetje. Maar status, ik bedoel... Iets, um, ik, ik, uh, ik werd wel aanzien als iemand met kwaliteit. Het was niet zo dat, ik, dat ze dus iets hadden van, ja, maar wat komt die nu doen? Ze kenden ze kende mij wel allemaal al en ze hadden ook wel gezien op training van, oké, okay, ja. Het is een goeie. Ik kan, kan wel iets. En als ze niet he. goed met die omgaan, gaan de andere ploegen ook wel kijken, zeg? Ja. Die zijn die vlieger er niet aan het gebruiken. Ja, dus alle fijn. Nee, op dat vlak was er wel van alle kanten was er heel veel vertrouwen. Alleen ja. Um, ook van de topspelers. Ook de van de keren, topspelers, eh. ja. Maar, maar ik zeg het: de, de hardste, de hardste was, 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 was Boskamp voor mij. Ja, die, die heeft me echt <laughs> op, een, op een achteraf gezien, ja, een, een zalige manier, echt helemaal erdoor getrokken, eigenlijk en erdoor gekregen en me nog in dat jaar ook nog veel beter gemaakt. Hè. Die heeft u prof gemaakt, prof Wander. Ja, die heeft voilà, die, die vooral, want ik was ik was een. een, een uh, ik, ik werd dan zo gezien als een van de grootste talenten qua keepers betreft. Maar uh, ja, een jeugdtalent. Hè. Ik was nog geen keeper van die eerste ploegen. En wat ik wat ik, wat ik altijd onthouden heb van dat jaar, en dat is, is eigenlijk een, 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 een spreuk van een, van een boskamp. En je moet ze hem eigenlijk zelf horen zeggen. Um, want we hadden een hele goede ploeg. Hè? En, en iedereen zei van ja, Bever gaat kampioen worden. Bever moet kampioen worden. Want die hebben de ploeg gehouden en, en die hebben een goede trainer. En, en, en Boskamp merkte op een bepaald moment, hè, want we hadden een paar keer verloren. Dat dat toch wel op de ploeg begon te wegen. En die, eh, die kwam eens binnen en die zei: eh, eh, gasten, zei, eh, luister even hier. Wij moeten eigenlijk niks, zegt hij. Maar wij willen zo verschrikkelijk graag. En hij kon dat zo zeggen op een manier van: wij willen zo verschrikkelijk graag kampioen worden. En zegt hij, daar gaan we het mee doen. En dat is eigenlijk, dat is eigenlijk beginnen leven in die groep van ja, eigenlijk moeten wij inderdaad niks. Maar we, we willen, willen echt ja. zo verschrikkelijk graag kampioen worden. En dat was ook met een, met een generatie die dat ook kort, kort bij elkaar hing allemaal, en die dat verschrikkelijk graag ook na een match kon omzetten in. Allee, wij willen verschrikkelijk graag hier een fantastisch jaar beleven op en naast het veld. En dat is ook ja, geëindigd in een. In een, in een verschrikkelijk graag uh, willen winnen en kampioen spelen en, en feesten uiteindelijk, dus ja. Ik denk oh. dat dat misschien ook wel een van, van mijn meest intensieve jaren geweest is als profvoetballer. Was dat succes, het geheim van zijn succes? Dat hij de, de spelers altijd goed kon raken? Met meer ja. people management? Absoluut, absoluut. Hij ja. Was... zou in, in het hele voetbal Minder succes hebben, denk ik dan. Of, ja, dat, dat weet ik niet. Dat weet je niet maar, omringen, hè? maar Boskamp, Boskamp het verhaal van bij Anderecht, jaren later dan, dat hij echt wel wist: van oké, okay, die grijze Nili's, uh, dat zijn mijn sterkhouders, die uh, laat ik doen en weet ik, wat die, ik weet wat, wat ik daarvan kan verwachten en als ik die in, in, in de pijplijn steek, gaat de rest wel volgen. Of, of die kon ook, uh, die kon echt letterlijk iemand door een muur laten lopen. Die kon echt zeggen van eh, tegen een, of die kon echt iemand zo, zo behandelen en, en zo oppoppen, dat, 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 dat sommige gasten echt voor hem letterlijk door de muur liepen. En ja, je creëert wel iets. Hmm. En, en je kunt dan op een bepaald moment zeggen van oké, okay, dat, dat, dat raakt ook wel uitgewerkt. Dat is ook zo, maar oké, okay, dat is heden ten dagen nog meer dan, dan anders. Maar als je spreekt van een, van een. en vooral dat jaar dan wat ik meegemaakt heb, hè, van zo iets, iets creëren. Rond een ploeg, een, 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 een soort vibe insteken. Maar aan de andere kant ook verschrikkelijk, ah, verschrikkelijk hard zijn. Maar echt verschrikkelijk hard. Dat je ook zoiets had van: ja, maar ik bedoel, het is wel plezant, en, Maar je wordt echt niet, wordt echt niet gelachen. Al ja, bij momenten ja, nee. wordt er echt niet, niet mee gelachen ook. Dan eh, ja, we hadden ze schrik van. Ze van een boskap. Ja, maar dat kan ik <laughs> me voorstellen. Ja, even hier eens, toen de gast was, een keer. Echt een kwaad gekeken toen had ik al schrik. Ja, maar oké, okay, maar dat is dan nog iets anders. Ja, maar dat was totaal anders. Dat was Mijn baas van, niet, of ja... Ja, die kon, die kon ook echt niet verliezen. Die kon, die kon echt, maar die kon op zondagmorgen toekomen. Dat gezag van, ja, oké, okay, ik moet echt geen drie woorden zeggen vandaag. Of ik keil hier gewoon door de venster, hè. Dus dat gevoel maar, ja, van, van willen winnen, hè. Dat heeft, hij er wel, dat, heeft hij wel, dat heeft hij wel meegegeven. Ja, Beveren was ook wel echt een voetbalstad. Hè? Want ze hadden net die gouden periode gehad. Eigenlijk. Eind jaren 70, begin jaren 80. Het leefde wel. Ja, oké, okay, maar heel het, was al, het was al een hele, hele tijd later. Hè? Het, het, het was al, de degradatie was er al geweest. Hè? Dus, dus hij was toegekomen. We hebben nog flink wat punten gehaald onder Boskamp. We zijn uiteindelijk niet ingebleven. Maar oké, okay, heel de club had wel door van met deze man gaat het gewoon terug goed komen. Maar het okay. is ook mooi dat hij zelf blijft. Ja, ja oké. Okay. Wat ja. een jonge ploeg. En, en Jan deed niet liever als, als met zo'n ploeg aan de slag gaan. En, ja. en, en dat ook voor hem afbaken. En, en, dat, 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 was echt, dat was echt op zijn lijf geschreven ook. Maar wij moesten ergens terug naar ja, de gouden periode van, van Bever. Dat was inderdaad niet simpel. En in 1995 ga je naar Anderlecht? Mm -hmm. Is het ook Boskamp? Eigenlijk in 1994 allemaal. Dus het is nog Boskamp die u gaat halen? Uh, want, nee, ik had, ik had al een uh, jaar eerder in, in Anne getekend, maar niemand heeft dat ooit geweten. Oké. Okay. <laughs> Toen want, mocht dat. Ik wou net zeggen, want dat mag eigenlijk niet. <clears throat> want Maske. je wacht einde uh, Uiteindelijk wel, hè? Ja, maar ik, ik had eigenlijk het jaar ervoor al bij Anne getekend. Dat is vroeg. Waarom ja. zou je die, zou die zelf zo vastzetten? Nee, maar Jij toen, wou gewoon ja, per se naar Anderlecht. En nee. Anderlecht jaren 90. Ja, ja, maar bedoel. hij had nog een jaar, ik weet niet, wie ja. weet, komt er dan Barcelona. Ik zeg nee, maar nee, iets. Maar, allee, we moeten even de, de tijdsgeest terughalen. En, en dat is ook de reden waarom de Anderlecht en Club Brugge toen zo goed waren. Als je als bij ploegen als, als Beveren speelde, dan ging de als goed waard, ging, je goed was, ofwel ging naar Club Brugge, ofwel ging naar Anderlecht. Stefan van der Rijden ging naar, ging naar uh, uh, Club Brugge, ik ging naar Anderlecht. Weet je, dat, was, dat, was, dat was gewoon zo. Dat was gewoon zo. En, en in 1994 kreeg, kreeg ik het aanbod van Anderlecht. Dus dat was ook ja, logisch dat ik, dat ik naar Anderlecht eh, ging. Um, maar ja, Flip de Wilde was er toen ook nog. En, en ja, dat was ook zoiets van: oké, okay, maar ja je blijft wel nog bij Beveren dit jaar. Dus ik had nog een jaar contract in Beveren. Ik, heb al, ik had al getekend bij Anderlecht. Ik heb ook gewoon in dat jaar tegen Anderlecht oh. gespeeld en zo. Maar dat was ook allemaal geen zever van: Gaat je wel zijn best doen. Nee, dat... Michel Verschuurde ja, als het niet geweten was. Ja, het was, ook, het was ook. In principe was het, Die contracten waren wel getekend, maar het was niet naar buiten gebracht. Hè. Dus, We gaan dus, die matchen toch nog eens opzoeken. 0-0 ja, met een fantastische redding van Geert te vliegen op een alleen doorgebroken markt, de grijze trouwens. 0-0 okay, okay. op Beveren. Eh, op eh, nee, maar. Ja. Maar je komt dan wel pas aan in 1995? Ja. En dan is hij weg, eigenlijk. Eh, dan is hij eerste. Maar oké, okay, ja, ik ging ook voor, voor Boskamp naar André. Nee, ja, dat ja, hij toch is. Nee, nee. is toch zonde, hè? Eh? Het is toch zonde. Je zet die stap naar een topclub. Ja, heeft en met duur, de man heeft, die je het heeft kent. Ik geduurd. niet het of al was ze terug. Hè? Ja, dat is heeft, hoe lang heeft het geduurd? Drie maanden? Vier maanden misschien? Het eerste, hij was de eerste was 53 dagen, Herbert Neumann. Ja, ja. geniale periode. Uh, ja. We ja. gingen niet zo we alles mis dat mis kon gaan. Alles ging mis, ja. Alles <laughs> ging mis. Uh, ja, die lag die na de eerste competitie-match al buiten, denk ik. Hè, tegen, tegen, ja, ja, die Europees. Perens Faros, denk en ja, ik. Perens uh, Faros was de tweede match. Was, uh, de tuinvenaartrainer. Goed als. Ja, helemaal he? goed als heb ik je nog gehad als trainer. Ja? Wat een jaar om te beginnen en... bij Anderlecht. Ja, wel. dat is ook zo. Allee, en als je dan spreekt van, van druk en van uh, uh, een wereld die op je afkomt, want uiteindelijk, ja, Beveren, weet het, de tweede klas, en dan daarna terug in de eerste klas, en dan kabbelt en je wint en je verliest een keer en dit en dat. Ja, dan kom je in Anderlecht toe. En dan uh, um, hadden zowel ik als Flip de Wilde, hadden in de laatste matchen van het seizoen ervoor, hadden we een rode kaart gekregen. <laughs> dus al een half uur... eh? Toch, een beetje cami... Toch een beetje kamikaze. Ja, dus uh, wij, de eerste match op Eendracht-Aalst zijn we alle twee geschorst. Ik en Flip de Wilde. Dus het ze naast elkaar in het tribune. En Fredrik Herpoel speelt die match op Anderlecht. Uh, terugkomst van Gilles de Wilde trouwens ook op, uh, op, uh, op Aalst. En dan de, de tweede match um, speel ik dan. Want ik denk dat Flip nog geschorst was. En, klopt, en, en Europees was hij ook geschorst, de eerste match, tegen Ferencvaros. Pakte die eens heel kaarten, de Filip? Uh, ja, oh, maar die echt... had zo ja, doorgebroken spelers. Kon die, iets ja. Kamikaze. Uh, ja. die kon zo af en toe wel <laughs> een keer. En dan uh, ja, speel ik de eerste match. We verliezen die thuis tegen Ferencvaros, ik denk met een penalty. 1-0. 0-1. En dan moeten we naar Ferencvaros uh, ja, ons, ons Europees seizoen gaan redden, want het was voor de Champions League. Maar niks van... Van, van, uh, niks van om op terug te van vangnet, nee, dus nee, Dat ja. was voor de Champions League, alles of niks. He. En daar gaan we 1-1 één één gelijk spelen. We liggen, we liggen eruit. En dan ja, denk je maar. toch wel even van... Uh, fucking hell, wat gaat hier gebeuren? Was dat, dat, want... dat was met Verschuren dan. Dat was met Die verschuren kwam je dan en, en... toch wel even roepen. Allee, en dat was ook in een de, in de tijd van, van Anderlecht. Als je verloor, dat... dat uh, ja, dat galt trillen bij wijze van sprekersman Als je op de club toe kwam, he, dat je zoiets had van... ja verlies staat hier echt niet in de woordenboek. En ik had echt zo het... ik want, ja, bedoel, ik was, ik was nog bleu op dat moment ook. Hè. Ik weet nog in die, in die voorbes, voorbespreking van die match in die voorbeschouwing. En ja, mannen, we moeten winnen vanavond. Hè, en, en wat dat er allemaal van afhing, dat ik echt zoiets had van, ja, fuck, alleen, ten eerste, het is geen optie als we verliezen. En ten tweede, als we verliezen, ja, hoe gaat morgen eruit zien? Morgen bestaan niet meer. Dat gevoel krijg je echt, ja, ja, Dat gevoel krijg echt dat, 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 dat de wereld ontploft als je dan Sanderaks opstaat, hè? Oké, okay, ja, dan staat het zondagsmorgens op en dan, dan merkt iedereen gewoon nou, dat ontbijt gaat en dat iedereen zoiets heeft van oké, okay, die ervaren spelers dan bedoel ik. Het leven gaat verder hey, ja, 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 dit. ja. Ah. En, en de de, de, de en, en de Boffins en, en die merkten van ja, oké, okay, die hebben al zoveel meegemaakt en ja, dat is heel erg, maar het leven het gaat wel door. Hè. En dan is, allee, ja, dat is als jonge gast zo'n de eerste keer dat je dan beseft, oké, okay, het blijft gelukkig ook altijd wel een klein beetje relatief, het voetbal. Het was niet uw schuld. Flip oh. heeft het tweede match gespeeld, hè. Die was, die was toen terug speelgerechtigd. Wat Verschuren eigenlijk tegen u gezegd toen u naar Anderecht tilden? Want ja, de wilde zat er al. Was het dan om te concurreren? Of was dat wel echt... uh, Ja, ik bedoel, ja, gewaard talent, dus je was blij dat je naar Anderlecht kon. Uh, ik herinner me ook de, de legendarische woorden van, van Mark Emmers toen ik uh, op Anderlecht toekwam in die eerste, in die eerste week. En die zat niet zo ver van mij in de kleedkamer en die zei van, Hij zegt, uh, geef u zelf gewoon rustig zes maanden tijd zegt om dat al hier allemaal een beetje. En dat klopte eigenlijk ook wel. Ja, dat snap wel. ik wel. Uh, op, op dat moment... Uh... Ja, zolang Filip daar zat, kon dat ook. Hè? Ja, kon dat ook. En, en ja, ik vond het voor mezelf ook niet zo erg om daar eerst even vanuit een, vanuit een zekere uh, tweede positie even te kijken wat er allemaal inderdaad op dat vlak zoals ik net aangeef allemaal gebeurde hoe wat er allemaal aan toe ging. En, en ja, toch weer de volgende stap zetten in, in die carrière. Want als ik dan, als ik dan zie hoe sommige... Allee, toptalenten op hun twintig jaar. Uh, uh, wat een Bart Verbrugge nu doet bij, bij Anderlecht. Wat, wat een Courtois gedaan heeft. Allee, dat is, ik vind dat nog van, van, een, groter, van een groter talent uh, getuigen. Dat je dat allemaal kunt naast je uh, sportieve capaciteiten. Ook die mentale capaciteiten al hebben om het allemaal te kunnen. Allee, ja. Worden ze daar nu ook niet sneller klaar voor gemaakt? Uh, ja, misschien wel. Misschien het wel. Ook. Onze jeugdopleiding, en dat dan, heeft dan ook zijn voor- en nadelen, was nog iets meer van spelen en plezier maken. En, en, en Terwijl ze nu waarschijnlijk ook al heel snel um, uh, daarop gefilterd worden, en misschien ook dan sneller er, ervan tussenvallen, dat zou kunnen. Want je gaat wel naar ander met wat, toch al 100 wedstrijden op je Teller? 66. Ja, waarvan. Zeker honderd al in eerste klasse. Ja. Lieve de Wilde weet dat toch. Ja, die gast komt er hier niet bij om om of nee, 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 keer ja, te blijven ten eerste, ten eerste, dat was Anderlecht. Allee, Is ja. hij dan goed gezind als um, jij erbij komt? Je kunt wel niet bij Anderlecht spelen en niet tegen concurrentiestrijd kunnen. Hè? Nee, maar hij was wel... alleen. Die een, bank werd, een soort icoon van dat elftal, ja. stond er al niet. Ja, het het was ook, het is ook wel duidelijk dat Flip op een bepaald moment wel de ambitie zou hebben om zelf ook de volgende maar stap te zetten. Maar je hebt dat niet met hem besproken. Nee, nee, ja. Ja, nee dat gebeurde niet. Maar je, 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 je voelde op dat moment wel van: kijk, um, dat gaat hij ook super lang duren voordat Flip ook de volgende stap gaat willen zetten. En dat is dan ook gebeurd. Hij is aan het jaar daarna Sporting Lissabon gegaan. En zo heeft hij. Uh, en waart je dan eigenlijk zeker van nummer 1 te worden? Het um, is ook echt een hele goede keeper. Ja, ja, ja. ja. Nee, ik bedoel, zeker zijn nooit op ander legt. moet presteren. En, 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 uh... en het is ook niet dat de club dan aan een vervanger dacht, het is wel echt dat ze zeiden. Jullie twee gaan het onder elkaar. Uh, dat is pas later, Remilo dat hij ja, gekomen is. Dus is. Uh, nee, nou, dat, was, dat was zoiets van: oké, okay, dat is een, een, een logisch gevolg. En het vertrouwen was er in mij. En, en, en uh, nee, dat ging, dat, ging, uh, dat ging eigenlijk. Dat was eigenlijk de logica zelf: flip vertrok. En ik, zou, zou, ik werd de eerste keeper en moest het gaan bewijzen. En dat is ook, dat is ook gebeurd. Dan, die is hè? dat wel een heel goede kernplanning? Ja. Hij is al nu een jaar ervoor. Zal nu zelfs nog eigenlijk een jaar vroeger. met de optie van hij komt dan gratis. Je kunt inwerken onder Filip de Wilde, het jaar daarna word je eerste keeper. Zei dat wat op leeftijd, je dat wat ervaring, dat is eigenlijk... Ja, dat, is dat, 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 goed, dacht, dat dacht ik toen ook, hè. Toen naïef was ik toen ook op de hoogte. Alles liep perfect. Tot... Ja, ja, ze halen Filip de Wilde terug. Ja, voilà. Na anderhalf jaar. Zweerlappen. Nee, ik denk uh, dat, dat ja, hij uh. terug was, of zo. Dat, dat, dat bij ja, nee, het bij was. Ja, het was zo. Ik, ik, uh, uh, dus ik was dan eerst keeper geworden en ik speelde. En... And, uh, Anderlecht kwam ja, eerst gepraat om mijn contract te verlengen dus ik teken denk ik in januari een contractverlenging van vier jaar met het plan vier jaar terug bij Anderlecht eerste keeper en, en, en ja, nog geen maand later denk ik hè. het, het uh, WK 98 komt eraan denk ik Filip de Wilde was keeper van de nationale ploeg op dat moment en die uh, geraakt op de bank in, in, in Lissabon en um die belt aan Michel uh, en die, hmm. ja, er wordt, wordt waarschijnlijk heel veel gebeld. He. George Leekers hmm. was coach. En, 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 enfin, ja, op dat moment... Hij moest spelen ergens. Uh, ja, hij moest ergens spelen, he, want, want dat WK kwam in het gedrang. En, en uh, ja, op de gezegende dag, uh, niet veel later, stond ineens Philippe ja, de Wilde terug op Anderlecht. Dus tot daar de planning. <laughs> ja, maar dan moet hij toch even zijn binnengekomen. Uh, dat oh. kwam redelijk hard binnen. Ja. Ik bedoel, ja. Dat heeft, dat heeft, dat heeft, uh, heeft wel uh, uh, verstrekkende gevolgen natuurlijk. Dat is, dat is ook heel duidelijk. ja. Ja. ik ben er net en dan... ja, ja, ik had ze ik had dus ook al een hele tijd gespeeld ik bedoel, je hebt heb een paar maanden met de club samengezeten van kijk wat gaan we met die, met die contractverlenging doen hè? want ja, dan komt wel eens wat interesse uh, Vitesse Arnhem was toen een club in Nederland die volop tot ontwikkeling kwam en waar wat interesse voor was uh, maar oké, okay, alles afgewogen en gezegd van ik zit er gewoon goed bij anderrecht ik teken vier jaar bij ja oké, okay, na een paar maanden was dat contract van vier jaar was eigenlijk uh, redelijk waardeloos omdat dat, Alleen sportief was de situatie ineens weer helemaal, helemaal anders, natuurlijk. Hm. Maar uh, hebben ze, twijfelden ze dan aan u? Wat, twijfelen. Um, Ik denk dat het eerlijk als een buitenkans Ja, he, het is was te ook wel een, een, een buitenkans. En oké, okay, Flip had fantastische dingen laten zien voor Anderlecht. Die op dat moment die ook weg. Ze hebben die ook laten gaan. Maar ze hebben niet laten gaan omdat hij een slechte keeper was. Ze was ook geen slechte keeper. hij was ook gewoon een hele goede keeper. He. Dat was zelfs ook duidelijk. Hij was een keeper van de nationale ploeg ook. Dus. Uh, op dat vlak... Uh, en heeft hij dan met u gesproken toen hij terugkwam? Van, ja, sorry Geert, maar ja... Nee, daar werd, werd niet over gesproken, <laughs> ja, maar... Uh, ik wil terug. Um, nee, op, op dat vlak hebben, hebben, hebben Filip en ik eigenlijk... Uh, 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 er heel, heel weinig, misschien zelfs bijna nooit, met elkaar over gesproken. Maar welle, ik mag wel zeggen dat we, dat we beide uh, verstandig genoeg waren om perfect in te schatten hoe de situatie in elkaar zat. Hey, en die situatie is, is ook geëvolueerd, want op een bepaald moment was het zo dat, um, dat hij dan geblesseerd uitgevallen was. Ik speelde dan bij Anderecht, ik, had dan, ik was aan basis, hey, ik, was dan, ik had dan de plaat. Maar op dat moment was het, ging het ook zo ver dat wie dat bij Anderecht in de ploeg stond, was ook keeper van de nationale ploeg. Eerlijk. Nou, dus, oude tijden. Ja. dus ja, zo ver ging, ging het dan. Hey, dus dat, dat wie bij Anderecht op dat moment dan keeper was, kieper was ja. dat die ook bij de nationale ploeg speelde. Dus, op het moment dat je, dat je in het een of het andere geval zat, allee, hetgeen dat je verloor was eigenlijk redelijk, redelijk groot. Dat was eigenlijk allee, gigantisch groot. Dat was eigenlijk ook niet, niet gezond op dat moment. Dat was... Dat was uh... was toen nog Verlinde bij Brugge eigenlijk? In die periode? Um, ja, ja, he, wel, ja. ja, want ik had, ik had toen... Ik zou toen... Je hebt je lang nog. Hè. Dus uiteindelijk ben ik dan um, in de voorbereiding naar Haarlembeke vertrokken. Hmm. Ben dus je zou euh, naar Club Brugge zijn gegaan of? Nee, wacht. Ah. Uh, dus ja, ik bedoel de situatie. <laughs> wacht, weet nu weten, weet de situatie. <laughs> dat, 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 dat kon hier blijven duren. Dus uh, ik ga verjaren op uitleenbasis naar naar Anderlecht. Um, ik, ik word daar inderdaad dan hey, nationaal ploeg. Uh, uh, en ik heb er een fantastisch goed jaar bij bij Harald Beke. Dat was echt, dat was echt uh, nationaal ploeg. En, en noem maar op. Flip was altijd wel nummer één, maar ik, ik kwam, kwam daarbij en zo. En ja, uh, uh, dat seizoen loopt, loopt naar zijn einde. En um, ik had bij Anderlecht de toelating of de toestemming gekregen om te mogen vertrekken op dat moment voor 25 miljoen Belgische frank. Dat was de dat was prijs. Niet, dat was niet overdreven. Nee, dat nee, was is ook dat wel was, niet weinig. Niets nee, was was meer dan een half miljoen euro. Dat was, dat was toen. van uh, een, een keeper was dat, was dat toch een flink bedrag. Dus ik begin naar mijn mogelijkheden te kijken. En ze contacteren mij. Ja, Club Brugge is geïnteresseerd. Dan denk ik van: Oké, okay, ja, je, als het vooral Anderlecht met Philippe de Wilde dan toch zo vast zit. Dan andere opties bekijken. En ik weet dat ik voor 25 miljoen weg kan bij, uh, uh, bij Anderlecht. Dus ik uh, ga met Antoine van Oven samen zitten. Ik. Uh, Onder andere contract. Ik teken een contract, teken een contract voor vijf jaar. handtekend contract. Um, alleen, ja, de medische testen moeten nog op zich laten wachten. Uh, omdat je eerst een akkoord moet hebben bij de clubs. Um, en ja, de, de situatie toen tussen Antoine van Hoven en Michel Verschuren, dat was... Beste vrienden. Dat, 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 dat was echt, echt wel heel moeilijk. Maar Michel Dogo was toen bondsvoorzitter. En die had zich de taak op zich genomen om dat als moderator... <laughs> uh, op zich te nemen en toch de twee partijen te verzoenen om uiteindelijk. Uh, dus uiteindelijk komen ze uh, tot, tot een afspraak: van oké, okay, ergens op een vergadering van de bond is samengezeten. Van kijk, hey, het is goed, Geert de Vlieger uh, mag voor 25 miljoen van Anderlecht naar Brugge. Um, betalingsmodaliteiten uh, te betalen over twee jaar. Perfect, in Perfect. orde. ja. Dus, euh, ja afspraken waren er dit en dat. Ik vertrek mijn gerust gevoel op vakantie. Ik denk, van, het is een kwestie van tijd, ik kom terug, ik doe die testen. En, en eerst krijg ik op, op vakantie in Portugal, ik zal het vergeten, aan het zwembad, telefoon van mijn manager. Die zegt van, ja, zegt hij, Geert, we hebben een probleem, hè. Hij ja, zegt hem, aan Anderlecht wil niet meer meewerken, dat gaat niet door. Ik zeg, ik zeg, die afspraak was er toch? Ja, nee, nee. Ik zeg, ja, weet je, ik zeg, ik kom af. Ik zeg, want die afspraak is gemaakt. Zeg, ja, ik, ik, ik ga zelf in de bres springen. Ja. Uh, uh, ja, maar ja zegt, ja, ja, zegt, ik denk dat dat, dat, dat niet meer nodig is, dat, dat al te laat is. Ik zeg, goed, te laat, te laat. Jij ja, zegt hem, uh, Club Brugge heeft er net aangekondigd dat ze Flip, de Flip van de Wallen gehaald hebben. Huh? Dus de Flip van de wallet terug naar, naar ja, de Brugge gegaan ja, ja, ja. is. Dus die maar Antoine, en hoezo was het dan de fout van Anderlecht? Dat misschien ook wel druk. Dus, dus uh, Antoine Van Oven had aan Anderlecht gevraagd om dat, as, die mondingen afspraak te bevestigen op papier om dan. Eden. Dus en Michel Verschuren dacht van oké okay, ja, witte, 25 miljoen. Maar als ik nu nog een keer probeer om 30 te vragen. <laughs> hè, uh, en, en, en die twee jaar, ja, dat is, is juist. Hij, hij had dus uh, op, uh, op, de, op de fax gezet. Ik heb die uiteindelijk ook gezien. Dus hij had 30 miljoen gevraagd. Dus de helft de betaal op 15 augustus. En de andere helft de betaal op 15 januari. Het volgende jaar. Dat zijn twee verschillende jaren. Maar eigenlijk is dat maar zes maanden. Dus ja, toen dacht van Twan van Hoven van de Tegelagoeva. Ik tel vliegen hoorde dat de zon niet schijnt en hem niet meer hebben en ik te kloten. Maar waarom was die relatie zo vertroebeld? Ja, maar dat, dat ging met de hè, Dat ging ook omdat. Ja, dat was een constant gevecht om de betere spelers natuurlijk in België. Ah, hè, ja. Want ja, dat was ook zo. Ik bedoel, spelers gingen niet naar noord naar, naar dortmund of naar Feyenoord of nee, We gingen, die gingen naar Anrecht of Gebrugge. Dus die concurrentie was er elke keer wel voor elke speler. Hè. Dus ja, um... De situatie was zoals ze was, en die krijgt telefoon van Michel Verschuren. Die zegt van ja, wow, wow, dat komt allemaal wel in orde, we vinden wel een oplossing. Dus <laughs> um, niks. Hij zegt, uh, blijf je maar op een even thuis. En dan begin je binnenkort maar te trainen. Uh, maar het eerste ploeg te trainen. Ik zeg tegen Mr. Michel, ik zeg nee, ik, zeg, ik sta morgen op training ik zeg, je moeder op kop o, staan Hij blijft thuis. Ja, ja omdat. Ja, dat is de voorbereiding. Ja, maar, ja, nee, ja maar... Hij mocht weg. Maar er was, mij, er was op mij ook niet meer gerekend. Ik kwam toe, ik kwam ja. toe op, op de eerste trainingsdag. En er lagen kleren klaar van een veldspeler, genaamd Sandy Martens. Hè, want die ging betrokken worden in, 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 de, in de ruil. Oh, voor, voor, dus allez, ja, dat was echt totaal tegen alle verwachtingen in. Hè. Kom ik niet toe. Dan weet ik dat ik jaar laatste jaar heb ik ik altijd met nummer 15 gespeeld was geen, geen nummer van een keeper. Hè. Maar dat was wel Ja, die ik nummer was, was, ver, was voorzien. Dat is even matchen, hè? Ja, 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 ja. Ik, heb toen, ik heb toen de voorbereiding gespeeld. Uh, want Filip had iets aan zijn voedsel, geloof ik. Um... Maar toen was Milojevic er wel al, hè? Ja ja, 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 ja. Maar ik heb toen, ik heb toen gespeeld... En toen, um, ja, goed gespeeld, want ja, ik speelde ook met Nationale ploeg en zo. En mee was toen trainer. Yes. En die zei van, ja, je moet toch blijven. En ja, en mee dacht van, ja, hoe meer keepers ik je kip, hoe beter. Uh, maar ja, dat was echt niet meer. Uh... En toen was ik ook, na, na dat voorvallige, was ik ook uh, uh, naar Roger van den Stok gestapt. En gezegd van, kijk, ik ga je nu niet, bu niet buiten voordat jij mij op papier effectief ook bevestigt dat ik vanaf nu voor 25 miljoen doffies weg kan. Mm. en toen met dat papier in de hand en uiteindelijk via de contacten bij Willem II dat heb ik dan in november 99, want toen kon dat nog zo midden in het seizoen Kon uh, dat voor, voor iedereen nog? Ja, 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 ja toen, toen liep dat nog toen was dat nog niet zo afgebakend uh, en ik ben toen in november, dat een geluk geweest wel, in november 99 uh, vlak na de, de Champions League campagne van Willem II ben ik naar Tilburg getrokken dan Want anders uh, mijn, had je een verloren jaar gehad hè? Uh, uh, ja, ja. ja, nee, want je speelde wel nog. Ja, op dat moment wel, maar oké, okay, je wist toen een keer dat de wilde dat terug gaat zijn, gaat dat toch weer allee, ja, een, een kant uit draaien dat je een situatie zie die, die niet gezond is. En, en ja, het, het, het verhaal van Anderlecht was altijd van ja, maar je hebt hier wel een goed contract en ik had ook een goed contract getekend voor vier jaar. Ja, en dat bleven ze wel honoreren. Dat bleven ze Kom, wel honoreren. Ja, maar ja, ik, ik had gewoon heel ja. veel te veel te verliezen. Omdat die nationale ploeg zat daar ook wel bij. Hè. En, en dat, was, dat was voor ons, voor ons beiden eigenlijk. Ik zeg het en daarmee. Ik bedoel, Flip moest niet uitleggen want de situatie was tegen mij en niet tegen hem. We wisten dat alle twee. En ze gingen nu niet buiten pesten bij Anderlecht. Dat is niet gezegd van ja, we, we gaan nu. Ja, nee, maar ik, was, ik, ik kon mij ook, kon, kon ook zo niet gedragen. Ik bedoel, uh, want want ik, herinner mij, ik herinner me op een bepaald moment nog. Uh, uh, moest ik dan wel. Uh, met, ergens met een beker gaan trainen op een bepaald moment. En Frankie Verkouteren was daar toen coach. En Frankie kwam naar mij en zei... Uh, uh, Geert zegt van, kijk, dit is de situatie. Hij zegt, jij wordt mij hier nu, hé? bij wijze van spreken, opgedrongen. Hij zegt, maar well, ja. Hij zegt, we zijn goede mensen onder elkaar. Jij goede mensen, ik ook. Dus dat was ook meteen duidelijk. Ik, ik had er ook alle belang bij om goed te blijven trainen, uh, om, om mijn ding te doen. Uh, Frankie, die, die koeioneerde mij aan geen enkele kant. Ik weet nog dat, dat er een match was. Dat er, ik denk dat Milovic meeging van de A-ploeg op dat moment. Uh, en dat ze gezegd hadden van ja, maar die moet wel de hele match spelen. Dat was een match in Nederland. En dat Frankie zelf zei bij de rust van kijk, Heer, je gaat sowieso een tijd spelen. Ik pak wel niet mee om de hele dag hier uh, te komen en dan op de bank te zitten. Weet, Frankie, op dat vlak moet ik wel zeggen, dat was echt wel een waar je uh, duidelijkheid mee had. Dus die situatie was uiteindelijk ook niet verzuurd. Maar ja, ik had gewoon te veel te verliezen om daar te blijven. Ik denk niet dat Anne een ploeg is die spelers gaat pesten en dat jij ook niet degene waard die er je klak naar ging gooien. Uh, nee, maar oké, okay, ja, er, was wel, een si zonde, er was wel een situatie ontstaan met de voorgeschiedenis die op een duur echt, echt niet, meer, niet meer gezond was. Want je, had wel, je, had wel, je had wel jarenlang eerste keeper kunnen zijn van Anderlecht, toch? Dat had perfect ja, ook maar oké, okay, op dat moment besefte je wel dat een is... voetbalcarrière is niet, en ik vind, het, ik vind het wel een beetje schattig zelfs, ook jij Daar, daarvoor net nog zat te zeggen van hm. hoe. Het allemaal uitgetekend leek. En, en ja, dat dacht ik zelf op dat moment ook. Tot dan, omdat Ik had dat ook geloofd, En Ik begin dan op het, op het verhaal van 14, 15 jaar als je naar Beveren gaat. Tot dan dacht ik ook van oké, okay, ja, weet je, dat is ergens uitgestippeld. Maar dat is dan het ah. moment dat je denkt van oké, okay, niet, alles, niet alles is zo uitgestippeld. En dan loopt dat anders. En is dat anders gelopen? Ja, is dat beter of slechter gelopen? Het is wat het is. En ik denk dat het uiteindelijk nog wel redelijk goed gelopen is ook, ja. Denk ik ook. En er waren drie goede keeperen. We doen nu wat minachtend over. Fredrik Herpoel, maar hij heeft daarna ook nog een mooie carrière. Herpoel, ja, uh, was ook een goede keeper. Hij Her dus, uh, is jarenlang eerste keeper geweest bij Gent. En die is als tweede keeper meegetrokken naar het WK in uh, Japan en Zuid-Korea in 2002. Dus hebben we elkaar daar terug. Uh, te, terug. Maar wat ik uh, vooral ook wou vragen van mijn verleden en Klebruder. Die was precies nooit in zicht van de Rode Duivels. Lijkt dat nu maar. Uh, nee, maar ja, dat was. was gij ook... zegt, als jij speelde bij Anikt, werd jij nummer één. Als Filip speelde bij Anikt, was, was nummer één. Uh, Maar toen was, was dan in al, net, iets, net iets ouder ook. En, okay. ja, het was dan vooral de, de periode van, van Michel Perdon. die ja, die uitstending was. Outstanding was. En en ja, de tweede was sowieso uh, Filip de Wilde, herinner je u uh, de matchen voor ja. het WK? Dus dat was, dat was eigenlijk de hiërarchie was daar op dat vlak, op dat vlak duidelijk. En dan, Hadden veel goede keepers altijd. Van dat dat was dan, het dan, van dan was dat wel vaak mee. Maar het was ook zo: op dat moment, een selectie van een nationale ploeg, dat waren twee keepers. En nu pakken ze een half ploegkeepers mee. Dat is waar. Toen waren Hier, er twee, ja. Voor elke match, een kwalificatiematch, dat waren altijd maar twee keepers. He. Alleen voor een WK of een groot toernooi waren er uit uitzonderlijk drie keepers mee. Maar eigenlijk voor alle andere matchen waren er altijd maar twee. En dat was, dat was het. He. En nu, nu zijn ze altijd met vier eigenlijk. He. Ja, klopt. Uh, wat ik voorstel is dat we u nog eens uitnodigen om de rest van de carrière te bespreken. Ja, oh, ik vind het wel super interessant. Ja, ik ook. Maar ik weet dat er nog geniale dingen in de carrière inzitten, dus ik zou het, zou het jammer vinden als ik die te kort moet behandelen. Nee, voilà, daarom. Ja, ja. Ik volg je. ik wel nog uh, één ding vragen over, je wacht vandaag in het gebouw hier voor uh -huh. uh, Kom op tegen kanker-video's, ja. uh, waarom ligt dat zo nauw aan het hart? Nee, um, ik snap het, het is een goed doel. En... Ja, ja. Weet ik heb heel lang gevoetbald. En bij na mijn voetbalcarrière toch iets beginnen zoeken om me sportief bezig te houden. Ik heb absoluut de liefde voor de fiets ontdekt. Een understatement, denk ik. Dat is so. een understatement. Yeah, maar Ja, nee, maar dat is gewoon. Je bent topfiets. Ik ben redelijk really fit. Um, en yeah, ja. Um, zoals ik al zei, ik, ik zit in een luxe positie dat ik echt graag kan doen of dat ik kan, kan doen wat ik heel graag doe uh, en dat geeft me ook de nodige vrije tijd om, om, uh, om die te steken in dingen die ik echt wel heel waardevol vind en we zitten met een, met een vriendengroep die uh, uh, niet meer piepjong is maar ja, je hoeft niet uh, 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 ouder te zijn om de verschrikkelijke ziekte uh, uh, te ontdekken of, of tegen te komen dus op dat vlak hebben wij we wel allemaal onze kilometers al meegedragen. En ja, is die Koop tegen Kanker op een bepaald moment bij ons gepasseerd, hebben we zoiets gehad van, je, we, gaan daar, we gaan daar iets mee doen. Het mm. feit dat we graag fietsen en dat je voor een goed doel uh, u kunt inzetten. En ik ben sinds een uh, paar jaar met de organisatie van de 1000 kilometer Fietsenkoop tegen Kanker in aanraking gekomen. Ik heb er een paar keer uh, zelf mee gefietst. Het uh, is nu al jaren een stuk dat wij vier, vijf teams uh, uh, inschrijven en daar... Uh, 20, 30.000 euro voor ophalen om. Soms is om tekenken, ja, ja. Te het te geld steunen. dat jullie ophalen is waanzinnig. Ja, maar dat geld komt niet van ons, dat geld komt van heel veel mensen die het, die het, die het concept genegen zijn. En uh, ja, ik ben dan op een bepaald moment ook beter geworden van de organisatie. En, en uh, ja, af en toe voelen we een match ik denk dat dat van beide kanten is. En ik doe het heel graag. Je uh, doet ook wel veel ervoor. Alleen je bent echt geëngageerd. Het is niet ja, gewoon. Stop, ja. Het is niet uw naam eraan linken. Nee, nee, omdat ik zoiets heb van: ja, als je het dan doet, dan doen, dan doen we het goed. Hmm. In, in het, zoals dat we altijd de dingen proberen te doen hebben. Maar je bent toch ook een hele logische, Peter? Vind ik. Ja, ja logisch in de zin dat, dat fietsen ik, dat erbij. Dat, fietsen, fietsen doe ik wel redelijk veel. Ja, ja maar nee, duizend ja, die, kilometer, dat lukt wel. Die duizend kilometer, dan kun jij op één dag scheren. Maar oké, ja, in ons geval is, is uh, is uh, Hilde een vriendin die ons een paar jaar geleden uh, ontvallen is door de verschrikkelijke ziekte? En is dat wel een verhaal dat, dat op die manier toch ergens um, ja, de aandacht blijft krijgen? En is, uh, ja, er zijn heel veel Hildes. Hè? Ja. Uh, en er zijn uh, gelukkig heel wat meer Hildes die, die er wel nog zijn. Ja. Maar dat is voor ons. Um, ja, dat is iets dierbaars. En dat is dus leuk om daar tijd in te steken. Uh, en het hoeft niet allemaal geld op te brengen. Ja, is <laughs> yes, waar. Uh, in, in deze huidige uh, tijden. Dus, dus dan is dat, is dat leuk om, om te kunnen zeggen van... Kijk, we steken daar heel veel tijd in, en energie in. En mensen die het nog niet meegemaakt hebben... Uh, maar mensen van Mechelen weten dat zeker. Wat voor een fantastische organisatie dat, dat is. Wat voor een fantastische vierdaags dat, dat is. Dus... Um, is ja, dat een, is het is mijn... een heel fijn event ook. Ja, wow. maar het... het, het uh, het brengt heel veel mensen samen die met een verhaal zitten. En, en oké, okay, dat, dat begint heel vaak met een, met een slecht verhaal, maar er lopen heel veel verhalen ook eh, heel goed af. En, en ik bedoel, eh, Evert mag daar het absoluut eh, fantastische voorbeeld van zijn. Hm. Um, en, ja. en ook dat heeft allemaal zijn aandacht en zijn tijd nodig. Dus en, um, ik, ik besef dat ik van, vanuit mijn uh, 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 positie, klinkt misschien een beetje raar, maar, maar dat je wel iets kunt verwezenlijken, dat je wel iets kunt, kunt in gang zetten. En, ik vind dat wel dankbaar om dat te mogen doen Heel ja. mooi heb je ook gezien Evert jij gaat doet ook mee in die filmpjes je ziet er wel wat minder, wat minder fit uit dan je nee, maar nu zet je echt ik zeg het nog eens de kroon aan het ontbloten. Hè? want de behind the scenes van die video's en hoe ik mij in dat lycra pakje worm die zijn echt wel niet voor publicatie vatbaar die beelden maar Evert ik heb nog wel een tip een ja. zwart koerspakje slangt af <laughs> Het was zeker niet zwart. Nee, maar ik ben, ik ben heel jaloers op zijn conditie, vooral. Want ik heb ook die, die fietspassie te pakken gekregen een paar jaar geleden. En ik was in vorm. Dan heb ik dat voorval met mijn lease voor gehad. Dus het is echt al mijn doel om in 2023 in de zomer. Sta ik er terug. En dan kan ik hopelijk in zijn wiel blijven hangen. Ja, pra jij praat over 23. dat dat zo nog keihard weg is. Het is al bijna maarten, man. Ja, maar ik ben bezig. Ik ben begonnen. Hè. De eerste trainingen zitten erop. Dus okay, voilà. uh, het komt nog in orde dit jaar. Oeh, Geert, merci. Ik hoop dat je nog eens terug wilt komen en dan hernemen bij, bij we bij Harelbeken. Uh, ja, we zijn dan net al bij Willem II begonnen, zeker. Hè? Nou, maar ik had toch wel een paar dingen gedaan bij Harelbeken. Ah, okay, zo... Een dubbele aflevering. Voilà. Geert, merci. Dag, Evert, merci. Yes. Anton, Stijn en Rune, merci. Um, en aan de kijkers en luisteraars, tot volgende week.